Hi, hallo, goedenavond allemaal en welkom bij het programma over de toekomst van ons ziekenhuis. Heel erg fijn dat jullie er allemaal zijn vanavond en dat jullie de regen getrotseerd hebben om hier te zijn en om over de toekomst te praten. Mijn naam is Sophie Rutefrans, ik ben programmamaker bij de Bali en ik heb dit programma gemaakt. Dat heb ik niet alleen gedaan, dat heb ik samen gedaan met Sigrid Seidhoff, die is hier ook vanavond. Zij is arts en verslavingsdeskundige en samen gaan wij hopelijk een hele mooie reeks over de zorg opstarten. Ik ga deze avond niet leiden, dat gaat Lex Bolmeijer doen. Dus graag een heel hartelijk applaus voor hem. Bedankt. Dankjewel. Een goede avond allemaal en welkom bij deze blik in de glazen bol. De toekomst van het ziekenhuis, het ziekenhuis van de toekomst. Misschien mag ik mij nog even voorstellen. Ik ben programmamaker bij de NPO Radio 4, dus het gaat over klassieke muziek. Ik presenteer een aantal programma's. Maar ik ben ook correspondent bij De Correspondent en maak daar een serie gesprekken met mensen in de vorm van een podcast. Een serie die heet Goede Gesprekken. Dus ik draag de geuze naam Correspondent Goede Gesprekken. Dat is een grapje van Rob Wijnberg. Maar daar zal ik dan toch de rest van mijn leven mee moeten doen. En ik heb onlangs, dat is wel fijn voor deze setting, een serie gemaakt deze zomer over de zorg. Omdat het natuurlijk een ongelooflijk complexe materie is. En ik dacht, nou, dan ga ik eens maar eens een keer vanuit verschillende invalshoeken bekijken. En in dat kader sprak ik ook met de voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC in Utrecht, Margriet Snijder. Die hard bezig is om na te denken over die toekomst. Ze hebben daar een heel debatreeks ontwikkeld. Toekomstdebat. En iedereen was uitgenodigd binnen dat bedrijf van 12.000, 13.000 werknemers om mee te denken over hoe dat ziekenhuis van de toekomst eruit moet zien. Een academisch ziekenhuis. En ik vermoed dat dat in Nederland wel veel meer gebeurt. En misschien ook wel door jullie. En je vraagt je even af, wie komt er nou naar zo'n debat in de Bali over de toekomst van de zorg? En ik vermoed dat dat toch veel betrokkenen zijn. Wie van jullie is patiënt? Oké, dat zijn er toch nog vier. Wie van jullie is eigenlijk werkzaam in de zorg als verpleger of arts of medicus? Lekker omhoog. Het zijn er ook een paar. En wie is in opleiding? Want ik vermoed dat dat ook nog wel een paar. Oké. En wie is niks? Wie is gewoon gezond en gelukkig? En... nou, dat is het meerderheid. Dus dat is gewoon belangstelling. Ja, er zijn nog een paar categorieën, dat weet ik wel. Maar die slaan we even over. Er gebeurt natuurlijk veel. Dat is een dooddoener. Je zou kunnen spreken van een kleine ritselende revolutie die alles op het spel zet. Razendsnelle ontwikkelingen waarvan digitalisering de een is. Dat raakt aan alle geledingen van de samenleving. Dus ook de zorg. Een ziekenhuis kan opeens omvallen. Dat is nieuw. Failliet verklaard worden. Dat was een schok. Hè, kan dat? Ja, dat kan dus. Internet maakt e-health mogelijk. Dat bestaat ook nog maar een paar jaar. Begin van die ontwikkelingen zien we pas. Ik denk dat technologische innovatie het gezicht van de zorg volledig kunnen gaan veranderen de komende jaren. En oh ja, we moeten de zorgkosten nog wel een klein beetje terugbrengen. En in dat opzicht heeft de minister Bruno Bruins heeft alvast besloten dat de ziekenhuizen kleiner zullen worden. Hij heeft er een akkoord over gesloten. Kleiner? Huh? Hoe klein dan? Hoeveel banen blijven daarover? Wat gebeurt er dan nog wel in die ziekenhuizen straks, over 10 jaar? En zien ze er dan ook heel anders uit? Moeten ze anders gemaakt worden, gebouwd worden om wat dan zo mooi heet de patient's journey te optimaliseren? Dat klinkt altijd zo mooi dat je nu alvast een reis zou willen boeken voor het ziekenhuis over 10 jaar. Ik weet niet of dat verstandig is. We hebben het erover. En we hebben een aantal experts uitgenodigd en betrokkenen om erover te praten. Maar jullie zijn natuurlijk mede uitgenodigd om hardop mee te denken. Het is een beetje speculeren, maar wel interessant. En dat gaan we zo meteen doen met Pepijn Weder. Is arts, chirurg in opleiding. Dus hij gaat straks opereren via een beeldscherm. De patiënt ligt in Berlijn, hij zit hier. Laurens Rijpstra vertegenwoordigt de patiënten via de Patiëntenfederatie. We hebben een architect, Bert Tschi, die bouwt de huizen. Denkt daarover na, ontwerpt ze in ieder geval, ziekenhuizen en andere instellingen voor de zorg. En Robert Vonk is historicus, dus die kan ons bijpraten over de geschiedenis. En dat is altijd relativerend. Dat is altijd heel prettig. En we beginnen met Heliante Kort. En zij werkt zowel in Eindhoven als Utrecht. In Eindhoven aan de Technische Universiteit als hoogleraar. Valt dat
voor een deel onder bouwkunde, wat ik wel weer interessant vind. En in Utrecht gaat het over technologische innovatie voor de zorg. Technologie voor zorginnovatie. Daar ben je lector aan de Hogeschool in Utrecht. Dus ik ben benieuwd welke twee functies jij hier het meest aan bod laat komen. Dames en heren, hier is Heliaan te Kort. Goedenavond allemaal. Dank dat ik hier mag zijn. Ik ga in 20, 22 minuten u meenemen naar het ziekenhuis van de toekomst vanuit het perspectief waar wij zowel vanuit Utrecht als vanuit Eindhoven werken. Dus wat de onderzoeksgroep, docentonderzoekers in Utrecht en de onderzoekers in Eindhoven waar ze aan werken. In Utrecht, zoals gezegd, technologie voor zorginnovaties. Daar gaat het om smart care. Het is al genoemd, hè, die e-health competenties. En ook kijken we naar smart environment, waarbij we het accent leggen op healing environment. Daar zal ik straks ook iets over zeggen. En in Eindhoven gaat het om de programma's Creating Healthy Environments, waarbij we meer context kijken, dus op hospitals, op offices. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. We hebben het ook over scholen. Onder instituut een beeld van ons CareTech Lab in Utrecht. Daar kunnen studenten, docenten, belangstellenden, als je gewoon langskomt voor een kopje koffie, kijken van welke technologie is er en kan ik dit uitproberen. Het is gewoon uitproberen, demonstratielab op het Utrecht Science Park. Hoe pakken we het aan? Wij kijken eigenlijk naar het functioneel verlies. Hè? En bij het functioneel verlies, dus als je groeit en je wordt ouder, niets aan de hand, je kan alles doen, je leert ook om van alles te doen. Er wordt voor je gezorgd, je hebt je ouders, maar in sommige gevallen die ouders, zeker als je al adolescent bent, hebben ook zorg voor hun ouders weer. Hè. Dus die sandwich-generatie is een bijzondere generatie. En wat wij eigenlijk proberen te doen bij de researchgroep is te kijken van welke interventies, welke aanpassingen kunnen we doen in de omgeving, in de woning. Dus dat kan of een kantoren, school of ziekenhuis zijn. Om te zorgen dat het functieverlies verkleind wordt. We kijken daarbij ook naar ICT-mogelijkheden. Maar ook gewoon naar een heel netwerk. Wat je zou kunnen aanleggen in de woning, maar ook in ziekenhuizen. Om dat zo optimaal als mogelijk te realiseren. Een boodschap die ik wil meegeven. Als we kijken naar het ziekenhuis van de toekomst. Zal het, zoals het nu al speelt, vooral om ouderen gaan. De ouderen worden steeds ouder en de ouder. En de ouderen hebben ook meer chronische ziekten. Tegelijkertijd wil ik de boodschap van Charles meegeven door het beeld mee te geven van het zijn wel oudere mensen met een ziekte, maar ze zijn ook heel erg vitaal. Dit kan ik niet. Ja, één push-up of twee, maar zij is 99 en die doet gewoon meerdere. Snap je? Dus het gaat om vitale mensen die misschien een ziekte hebben, maar niet ziek zijn of zich ongezond voelen. Hele vitale mensen die zelfstandig wonen of in een aanleunwoning zitten of gewoon lekker doen, zoals die mevrouw in het midden, lekker doen wat ze zelf willen. De kennis-innovatieagenda van de topsector Health Holland is pas uit. En die geeft ook aan van we moeten eigenlijk gaan kijken, niet zozeer moeten we gaan praten over ziek zijn of over patiënten. Maar laten we kijken naar langer gezond. Meer mens zijn, minder patiënt. Dus dat heeft betekenis voor ook voor het ziekenhuis, hoe je dat gaat inrichten, wat je daarmee gaat doen. Dus dat beeld van op twee staat zorg op de juiste plek, leefstijl en leefomgeving. Hoe ga je meer inrichten dat mensen meer mens kunnen zijn dan patiënt voelen in een ziekenhuis? Wellicht moeten we een ander woord voor gaan verzinnen dan ziekenhuis. De healing environment, dat is dus wat ik zei, het aspect waar we aan werken, ook zowel vanuit Utrecht als in Eindhoven. Bij een healing environment, dat wordt gezegd eigenlijk als, dat is een omgeving, en het is een begrip waar een aantal architecten ook mee werken, het is een omgeving waar de interactie tussen de mens eigenlijk bijdraagt, een positief effect heeft voor het welzijn, de vitaliteit, gezondheid, maar vooral voor herstel bij opname. Ik heb hier, dat woning zullen jullie wel herkennen, het Rietveld Schreuderhuis, omdat mevrouw Schreuder Rietveld, die had haar woning ook zo ingericht op
langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Voor die tijd ongelofelijk dat ze dat zo had ingericht, want dat is ook wat ze wilde. Later moest er wel van allerlei aanpassingen, maar eigenlijk al een healthy environment, een omgeving passend bij, bij het functioneren, zoals ik functioneer met allerlei beperkingen of niet. Dat healthy environment concept, of dat healing environment concept, toen ik dat de eerste keer hoorde, dacht ik, waar hebben ze het over? Wat is dit? Healthy environments, healing environments, het ene ziekenhuis naar het andere had het daarover. Het ene ziekenhuis, ook nu nog, ik ga geen namen noemen, is bezig om het ziekenhuis healing environment te ontwerpen. Healing environment in te richten. En er zijn verschillende studies over gedaan waar het gaat om dat de patiënten zicht hebben op groen. Het moet zicht hebben op natuur. En de studies geven ook aan in de RCT's dat mensen inderdaad sneller kunnen herstellen. He, als onderzoeker zit je te vragen, gaat het inderdaad om groen en natuur? Of gaat het om de type licht, kleur, de lichtcondities? Maar dit werkt allemaal. En of het nou dit is. He, dit is Lake District. Kan ook bij het healing environment concept. Zicht op natuur. Of dat het dit is. Of dat het dit is. Wij weten het als onderzoekers eigenlijk niet precies. Maar wat we wel weten is dat zicht op een bakstenenmuur, dat de meeste mensen dat niet willen en dat het niet bijdraagt aan herstel. Dus de ziekenhuizen zullen toch veel meer gaan inrichten op groen, natuur, dieren, planten. Wat we hebben gedaan, want ik wil het wel snappen dan, is om uit te zoeken, we hebben een systematic review gedaan. Wat is dan een healing environment? Dus we hebben al heel veel studies gelezen. En wat je ziet is dat eigenlijk gaat het om dat men streeft om de omgeving zo in te richten dat patiënten snel kunnen herstellen. Ja. Dat ze sociaal en fysiek veilig zijn. Nou, zo zijn er een aantal aspecten. Dat er comfort is, persoonlijk, visueel. Maar wat ons opviel is dat er niet of nauwelijks aandacht uitgaat naar de zorgprofessionals. Naar de behandelaars. Die komen niet aan bod. Dus dat geeft mij echt iets om achter mijn hoofd te krabben van hoezo niet. Maar dat zijn de mensen die 24 uur eigenlijk in het gebouw zijn. De patiënten zijn eigenlijk de gasten. En het hele healing environment concept, hè, waar we nu al naartoe gaan, is gericht op de patiënten. Wij proberen daar ons steentje bij te dragen, dus met de programmalijnen rond Creating Healthy Environment Hospitals, om meer bijdrage te laten zien van hoe kan je het inrichten zodat die zorgprofessionals er wat aan hebben. Ik kom er straks nog op terug. Dit is een ziekenhuis. Er staat er al een tijd. 2010 is St. Joseph's, een van de eerste healing environment ziekenhuizen in Tampa Bay, Florida. En het ziet er echt zo uit als je denkt dat je naar op vakantie gaat. Hè. Je denkt, oh, ik moet even terug. Je denkt dat je op vakantie gaat, dat het een hotel is waar je op zoekt. De palmbomen. Het is geïntegreerd in een stukje natuur. Er is indirect licht en ze hebben heel erg gedacht over van hoe komen de patiënten tegemoet. En wat mij enorm opvult in het ziekenhuis is dat het was zo stil, zo rustig, dat ik op een gegeven moment vroeg, zijn hier wel patiënten, zijn hier wel verpleegkundigen, zijn er wel behandelaren? Ja, die zijn er. Maar ze hebben het zo ingericht dus dat hij heel akoestisch, heel rustig overkomt. En heel zacht licht. En ze hadden een scheiding tussen, iemand moet het zeggen om te stoppen, hè, als ik blijf praten. Ze hadden een scheiding tussen de mensen die binnenkwamen en de mensen die uit het ziekenhuis kwamen. Want, was hun filosofie, als je uit het ziekenhuis gaat, ben je misschien niet op zijn mooist. Wellicht wil je dan niet de mensen tegenkomen die nog netjes zijn aangekleed. Sommige mensen gaan uit het ziekenhuis, zijn herstellende, misschien in een rolstoel. Dus dat was een andere uitgang, gescheiden ingang en uitgang. Heb ik hier in Nederland nog niet gezien. Dit is een ander ziekenhuis, het Meander ziekenhuis, waar we ook hebben gewerkt met de studentenprojecten vanuit de hogeschool. En je ziet het aspect gaat om, er is heel veel gewerkt met daglicht. Hè. Dus daglichttoetreding, hè, we weten dat het daglicht een functie heeft, niet alleen voor het visueel functioneren, maar ook voor het dag- en nachtritme. En deze, het is echt een ziekenhuis. Ik ben er zelf nog niet geweest. Ik hoop er binnenkort naartoe te gaan.
Maar het is een ziekenhuis geïntegreerd boven metrostation. Dus je moet je voorstellen, net als ambities zijn er meerdere gemeenten die zeggen, nou, we gaan nu boven onze stations gaan we bouwen. He, want al die ruimtes van die rails kunnen we op een andere manier weer inzetten. En zij hebben ook de uitgang van een healing environment. Want het groen dat zit aan de façade, dus aan die gevels, is dat opgenomen. Zodat mensen toch midden in die stad zicht hebben op groen. He, en in sommige gevallen wordt er ook gewerkt. Dat heb ik ook gezien. Dat ik, nou, waarom zou je dat doen? Waarom zou je niet echt groen plaatsen met groene panelen? Dat ik denk, ja, wat wil je nou echt? Hè? Dus sommige zaken zijn ook een kwestie van budget. In die ziekenhuizen, hè, die healing environment ziekenhuizen, dat is allemaal zeg maar, het ontwerp en natuurlijk die bouwfysische factoren, wordt er steeds meer, dat is al bij de inleiding gezegd, gewerkt met technologie. E-health is genoemd, maar ook met wat ze noemen dus die remote patient monitoring, dat dus de patiënt op afstand zit na ontslag. De patiënt krijgt zo'n kastje mee en kan op afstand allerlei waardes doorgeven die van belang zijn. En dat doen we eigenlijk allemaal al. Iedereen heeft bijna zo'n horloge die je hartslag al meet. Alleen wat we doen, we verzamelen wel die data, maar wat gebeurt er dan met die data? De ziekenhuizen doen er voorlopig nog niets mee, je doet er zelf misschien een stukje mee. Maar wat gaan we met die data doen? Daar kom ik straks nog op terug. Track and trace zal ik straks nog iets over zeggen. Maar we werken ook, kijken ook naar, als mensen nou thuis wonen, en zeker ouderen, hè, na ontslag, en zeker bij mensen met dementie, hè, dan speelt een stuk rond het therapietrouw. Hoe ga je dat organiseren? Hè, mensen worden ontslagen uit het ziekenhuis, gaan naar huis, en de hele controle van het ziekenhuis is op afstand. Hoe krijg je dat weer goed georganiseerd? En wat we proberen te doen, ook binnen Europees verband, is te kijken van nou, als wij zeker bij mensen met beginnende dementie inzicht hebben in hoe ze thuis leven en wat ze thuis doen, kunnen we dan, we noemen haakjes, prompts vinden om hen dus aan te geven van nu de medicatie toch opnemen. En ik kan een voorbeeld geven wat we zien, zeker bij mensen met beginnende dementie zie je dat ze eigenlijk uit zichzelf al een vast dagstructuur toch proberen vast te houden. Dus één mevrouw vertelde ook van, ik doe 's avonds al de eierkupjes leg ik neer. Want dan kan ik morgenochtend, als ik dat zie, weet ik dat die medicijnen daarin zitten. Nou, dat is haar trucje. En wat wij eigenlijk doen is dat trucje proberen op te pakken. En dan aan te geven, dus als ze opstaat. En ze komt dan, dat die cupjes dat er dan ook een prompt blijft medicatie opnemen. Zodat mocht ze verslechteren, deze prompt blijft werken voor haar. Dat is eigenlijk het idee erachter. Er zijn ook technologieën die nuttig en nodig zijn bij het aspect van ziekenhuis van de toekomst. Die gaan meer richting veiligheid. Hè? Dus mensen moeten kunnen alarmeren. Hè? Mensen zijn naar ontslag, zitten thuis en het gaat niet goed. Kan niet bellen. Nou, de alarmknoppen kennen we ook uit die langdurige zorg, die zijn er. Maar het gaat er vooral om, hoe is die opvolging daarvan georganiseerd? Hè? In de thuiszorg is het natuurlijk, wordt gedrukt en er wordt een familielid benaderd. Maar je hebt ook systemen waarbij er kan afspraak kunnen zeggen dat er meteen een verpleegkundige uit de buurt komt. Of zowel nu als in, op buurtniveau, hè? De AID-teams, hè? Er worden afspraken gemaakt, mensen zitten op de app en kunnen dus naar het alarm toe gaan wie heeft gealarmeerd. Het kan ook gaan om het monitoring van de omgeving. Die ga ik heel snel toelichten. Wat speelt dus rond, we zeggen dat de omgeving, en dit is het deel wat de mail uit Eindhoven is, draagt bij aan het welzijn, maar ook gezondheid en herstel van mensen. Maar want je kan je voorstellen, in een ziekenhuis is er al een conflict van eisen. Als ik kijk naar thermisch comfort. De verpleegkundigen hebben hun verplichte uniform aan. De artsen hebben ook hun jassen aan. Terwijl die patiënt ligt in het bed. Hè? Dus je kan dat thermisch comfort kan je niet uniform benaderen. Gelijk in de kamers van de patiënten. En in de werkkamers van de verpleegkundigen. Dat moet je op een andere manier doen. Wat we tot nu toe zien is dat ziekenhuizen eigenlijk rond 7 uur zoiets gaan systemen. Roep, worden lager gezet. Dus thermisch ventilatie, licht.
terwijl jij als verpleegkundige of arts nog moet werken. En natuurlijk wordt dat allemaal aangezet voor die patiënt, zodat die patiënt rustig kan slapen. Maar voor jou werkt het nog niet optimaal. En we proberen uit te zoeken hoe we dat lokaal kunnen gaan regelen, zodat voor iedere groep het zo optimaal mogelijk kan zijn. De Google Home Mini, dat zijn dingen waarbij, en of we dat willen, daar kunnen we straks over discussiëren, waarbij het nu nog gaat om zaken op te roepen. Maar waarom zou Google Home Mini niet worden ingeschakeld door contact op te nemen met je ziekenhuis? Ik gooi je maar even in de groep. Wat ik al zei, dat het optimale zorgproces, dus dat track and trace, bij de track and trace, en dat krijg ik heel vaak te horen, van verpleegkundigen ook en ook anderen van, we weten soms niet waar onze apparatuur is. We moeten soms zo enorm zoeken waar alles staat. Kan er niet op iets gevonden worden? Kun je niet iets ontwerpen zodat we dat makkelijk gevonden kan worden? Daar is onderzoek ook naar. Hetzelfde geldt voor, ja, je wil het niet weten, soms zijn ook patiënten kwijt. Klopt dat? Toch? Soms zijn mensen de patiënten kwijt. Waar is die patiënt gebleven? En zeker in die grote ziekenhuizen. En dus wil je ze ook track and trace voor die patiënt. Is die patiënt nog steeds bij de röntgenafdeling? Is die onderweg? Waar is die patiënt? Want die arts komt langs. En dat geeft, daarom heb ik ook dit, dat geeft enorm veel druk op dat, we noemen dat prospective memory van de verpleegkundige. Ze hebben natuurlijk nu tegenwoordig in computer on wheels, hun kou. Maar tegelijkertijd zijn er allemaal memo'tjes en plakketjes, schrijven ze nog steeds om te onthouden van, wat moet ik nog doen? Waar is die patiënt? Ik moet nog daar naartoe. Want die kou verslaat alleen. Die laat zien wat er moet gebeuren bij de patiënt. En die neemt op wat ze hebben gedaan. Maar tegelijkertijd zijn er lopende taken, ongoing memory. Waar gaan ze dat opslaan? Dat hebben we nog geen oplossing voor. We kijken wel naar hoe we de ruimte zouden kunnen inrichten, zodat zij op een makkelijke manier met deze taken kunnen opgaan. Dus zodat ze makkelijker kunnen onthouden wat er gebeurt. Want we weten ook dat ziekenhuizen en zeker intensive care units ontzettend veel geluid en lawaai en piepjes van de zomer. Hè, collega's van een andere afdeling in Eindhoven hebben gekeken voor de NICU, hè, om daarvoor een oplossing te vinden. Dus hoe kunnen die lawaai, de geluiden, de piepjes reduceren, om het akoestisch gewoon anders in te richten. Eén manier is, dat wordt genoemd soundscaping. Er wordt ook ingezet in sommige ziekenhuizen, niet voor dit, maar voor het privégesprek wat je op de zaal hebt of kan hebben met de patiënt. Hè, de arts komt binnen, heeft het gesprek met de patiënt, maar er liggen nog 3 of 2 anderen naast. Gordijn is wel dicht, maar ja, het gordijn zit, ze hebben geen oordoppen op. Dus er wordt op die manier dus naar gekeken van, hoe kan je dus als een ziekenhuis, dus zeg, we gaan wel richting het ziekenhuis van de toekomst, maar we gaan niet allemaal eenpersoonskamer doen, want dat is nu de trend. Hoe kunnen we dus toch die privacy waarborgen? Dan nog smart light. Smart light heb ik genoemd, omdat het heeft te maken met wat ik net zei. Dus rond 7 uur, 8 uur, systemen gaan, want de patiënten moeten rusten en van alles. Dan komt eigenlijk de drukteperiode van de verpleegkundigen ook. En zeker 's nachts, als mensen slapen, je moet toch de ronde doen, kan dus niet een afzonderlijk licht niet altijd aangedaan worden, zodat de verpleegkundigen goed kunnen lezen wat is er aan de hand, wat speelt hier. We zien heel veel verpleegkundigen met nog, ja, het is technologie, een zaklantaarn, het is technologie, lopen, maar of het smart is, het zou smarter kunnen, maar dan zou het dus vooraf al geïntegreerd moeten worden. Wat we dus dan weer vanuit de hogeschool doen, is om verpleegkundigen mee te laten denken bij het ontwerp daarvan. Waar lopen ze tegenop en wat is hun eigen oplossing om hun proces te optimaliseren? Nu heb ik een, dat is een 2 minuut filmpje. Nee, je hebt nog 5 minuutjes. Ja, dat dacht ik al. Ja. Filmpje over Alma. En Alma, kijk even zelf maar. My name is Alma Jones. I have my aches and pains for sure, but I never thought I'd live on my own in my 80s. I hate seeing my mom get old, but I think what impresses me most about her aging is that she's taken charge of it. She's had electronic records of her medical history and her current medications created, so we don't have to sift through a lot of paperwork.
Mom? Danielle, get my phone. I think Grandma had a stroke. Alma's stroke has left her weak on her right side, and she's having difficulty walking. Because Alma's in a care network, we had her entire electronic medical record when she arrived. We received Alma's records and activated a care plan for her. It monitors and reports her progress to everyone in the network. Good job. These systems alert caregivers who can be with her right away. In addition, Alma will have a personal emergency response system that can automatically detect falls. This really is the future of aging. All this technology made the impossible possible. Now I'm not afraid to be alone. I'm not afraid at all. Verder. Normaal vraag ik hoeveel type technologische innovaties heb je gezien, maar dat gaan we nu maar niet doen. Het zijn er heel wat, die in zo'n heel kort stukje voorbij komen. En dit filmpje geeft een mooie illustratie van de brug van het ziekenhuis, van thuis naar ziekenhuis, ziekenhuis naar thuis. Heel, heel geconcentreerd en al die technologische innovaties. En als je goed hebt opgelet, komen verschillende technologische innovaties zo voor, hè? Dus in het ziekenhuis. Het elektronisch medisch dossier, maar ook thuis, valpreventie. Er kwam lang de medicatie, de slimme medicatie, zodat ze aan de therapie kan houden. En wat we zien is eigenlijk dat allemaal data, wat ik net al zei. We verzamelen data. We gaan echt richting ziekenhuis van de toekomst, data-driven. En de systemen zijn allemaal wat ik noem standalone. Het is nog niet geïntegreerd. Dus niet zoals we in steden willen IoT, hè, dus Internet of Things. Maar in ziekenhuizen, naar thuis en andersom, zou je dat eigenlijk ook willen. Maar we verzamelen nu al de data, terwijl we hier zitten. Iedereen per seconde, al die data van je horloges worden gestuurd. En in opkomst is gelukkig wel dus het kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie. Mijn zonen gaan lachen, die studeren dit hier in Amsterdam. En wat je ziet, wat zij daar doen, is te kijken, hoe kunnen we die data slim gaan analyseren? En dat begint een beetje in opkomst te komen. Er wordt wel ook gedacht richting gezondheidszorg. Zijn natuurlijk op allerlei andere domeinen vele malen actiever. Maar richting gezondheidszorg start dat wel. Maar dan weet je van, wat kan ik wanneer gaan doen? Wanneer is iets nou een terecht alarm geweest of niet? Wanneer moet ik nou eerder ingrijpen? Dat je passende zorg, dus die zorg op de juiste plek kan geven. Daarnaast, dus we hebben die data, we verzamelen allemaal data. We gaan leren langzamerhand op welke manier we die data kunnen analyseren. En een andere stap, dat zit op die blockchain, hoe gaan we die data vastleggen? Wanneer kan je nou zeggen welke data is legitiem? Wie heeft recht tot die data? Want als je kijkt naar ziekenhuizen van de toekomst, zal het betekenen, wordt in de inleiding ook gezegd, het kan betekenen dat we alleen een virtueel ziekenhuis hebben. Omdat u als professional al uw data is gecertificeerd, gelegitimeerd. Dus u kunt besluiten, nou vandaag of deze week werk ik in dit ziekenhuis. Met mijn data via de blockchain kan ik de volgende week daar werken. Want er kan precies bijgehouden worden wat mijn kwaliteiten zijn, wat mijn scores zijn. Dus je bent niet meer gebonden aan het ziekenhuis. Dus een fysiek ziekenhuis, het is wordt misschien een beetje pijn voor de architecten. Een fysiek ziekenhuis, gaan we die houden of niet? Als we kijken naar de toekomst, wat je ziet ook bij die standalone, wat we eigenlijk, het gaat om technologische innovaties die we nu al hebben, loopt tegen implementatie aan. Het wordt niet voldoende goed effectief geïmplementeerd. Er zou, denk ik, in mijn opinie, veel meer aandacht moeten zijn voor die professionals. Dus niet alleen die patiënten, maar voor die professionals. En dus ook hun werkomgeving. Aandacht voor de e-competenties die ze nodig hebben, nu al, maar zeker in de toekomst. Stel dat je straks ben je eigenaar van je eigen data en moet je kunnen bewijzen en kunnen aangeven wat jouw kwaliteiten zijn. Hoe ga je dat dan doen? En ze zouden ook
veel meer en nu al kennis behoren te hebben van integratie van data en communicatie tussen apparatuur. Om te kijken, dus werkt het wel of niet. En zover was ik. U mag allemaal bij de conferentie komen van de Geron Technology over zorg en technologie in Noorwegen. Dank u wel. Dank je wel. Dank je wel, Heliante. Nou, dat is heel helder. Twee delen, hè. De plek eerst ging het over, daarna over het proces. En als je die twee, als ik die in een vraag mag combineren. De tendens is volgens mij heel duidelijk dat die zorg, die medische zorg, zich al zal gaan verplaatsen, het ziekenhuis uit. Ja. Dat is onmiskenbaar uit jouw verhaal. Ja. Zeker als het gaat over ouderen. Maar wat je werpt een bal op van, nou, die ziekenhuizen, misschien moeten ze niet meer gebouwd worden. Maar er blijft toch nog hoogwaardige zorg, medische zorg nodig, waar een plek voor is, in de vorm van operaties. Oh, en dat ze... kan een uitdaging. Ik heb in Eindhoven de studenten gehad die al de operatiekamer op locatie hebben ontworpen. Kijk dus eens dat aan. Je op. Was natuurlijk beperkt, hè, want het zal afhangen van het type chirurgische ingreep. Hè, maar als het gaat om, zeg maar, wat eenvoudige, niet zo hoogcomplexe chirurgische ingrepen. Dat ziekenhuis is gebouwd, werkt, is wordt geoperationaliseerd. Ik had ze ook meegegeven, misschien kunnen jullie samen gaan werken met. Met de organisatie voor de vluchtelingen of in oorlogssituatie. Maar in principe kan je een operatie kan los van het ziekenhuis. Afhankelijk van type. Hè. Dus niet de chirurg in opleiding is hier. De zaal van de hoogcomplexe. Die zat al met zijn hoofd te schudden hoor net. Nee, hoog risico. Maar we hebben hem gezien. Er is gekeken naar de infectiereductie. En het is mogelijk. Dus zo. We hebben de student hem zelf ontworpen. En hij is ontworpen eerst in een mark-up en daarna is hij ontworpen. Ja. Het is nog niet operationeel. Je kan hem niet kopen. Het kan. Dat niet. Het gaat over de gedachte. Technisch kan niet. Dus dat het kan. Ja. Dat is, en zover gaat dat dus. Oké. Okay. Ja. Dat is een eerste aanzet voor de discussie. Dank je wel, Heliante Kort. Okay. Heel goed. Dank je voor nu. En je blijft hier, dus je kan straks meepraten. En dan vraag ik Robert Vonk naar voren. Die werkt aan een andere universiteit, namelijk de Erasmus. Bij iets wat heet Health Policy and Management. School of Health Policy and Management. Ik vind het een prachtige mond vol. Ga zitten, Robert. Je bent historicus. Ja, dat klopt. Wat denk je eigenlijk met dit verhaal? Blik in de toekomst. Ja, die ziekenhuizen zoals we ze kennen zullen verdwijnen. Die ontwikkeling is natuurlijk al in gang gezet. Dus dat is zonder meer, denk ik, iets waar we naartoe gaan. En hoe ver zal het gaan, denk je? Ja, hoe ver, dat moet je misschien niet aan een historicus vragen. Hoe ver juist wel. Jij weet hoe het zit. Wat je ziet is natuurlijk steeds meer zorg buiten het ziekenhuis georganiseerd gaat worden. Dat denk ik dat wel. En bij de mensen thuis. Ja. Ja, kijken wat voor type zorg dan bij de mensen thuis geleverd wordt. Dat is denk ik meer aan inhoudelijk deskundig. Omdat die beweging is inderdaad in gang gezet. En ook dat digitalisering. Dat, Ja, dat kan ook. Dat kun je echt niet meer tegenhouden. Gaan we ook later op terugkomen. Dat kan niet anders, want wat betekent dat voor verplegers bijvoorbeeld? En artsen en patiënten? Nou, daar kunnen we natuurlijk zo meteen over hebben. Even terug in de geschiedenis dan toch. Want ik weet niet beter of die ziekenhuizen, die zijn er. En die zijn er altijd. Ja, ziekenhuizen zijn er natuurlijk eigenlijk al heel erg lang. Alleen wat wij nu onder een ziekenhuis verstaan, dat instituut is er nog niet zo heel lang. We kennen natuurlijk allemaal de ziekenhuizen, de godshuizen, de gasthuizen. Heel veel ziekenhuizen hebben ook nog dat in hun naam zitten natuurlijk. Maar dat waren echt hele andere instituten. Dat was meer een soort verpleeghuis, een arme instelling. En je ziet echt pas aan het begin van de 20e eeuw dat een beetje dat ziekenhuis ontstaat, wat we nu ook nog als een ziekenhuis met onze moderne blik zouden herkennen. Waarom zijn ze er gekomen überhaupt? Nou, dat had heel veel te maken met een groot aantal factoren. En dat zeggen historici natuurlijk altijd. Ten eerste natuurlijk de vooruitgang in medische kennis en kunde. Dus echt de verwetenschappelijking van de geneeskunde die zich al in het midden van de 19e eeuw inzet. Maar eerst eigenlijk nog vooral een beetje een academische exercitie is. En nog niet echt de zorgpraktijk beïnvloedt. Nou, we zien dat aan het einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, zien we dat ook door invloed van techniek, elektriciteit,
anti- en asepsis, dus echte verbeterde technieken, zie je dat artsen die eerst nog heel veel patiënten thuis ontvingen, dus je ging, als patiënt ging je naar de dokter, ook naar de specialist, voor zover die we nu als specialist zouden herkennen. Artsen die kwamen tot ontdekken van ja, al die nieuwe apparatuur die wij nodig hebben, al die nieuwe technieken, de laboratoria die wij nodig hebben voor al die testen die we eigenlijk willen doen voordat we kunnen diagnosticeren wat die patiënten hebben. Ja, dat kunnen we allemaal niet meer zelf regelen, niet meer zelf organiseren. Daar hebben we een instelling voor nodig die dat voor ons gaat doen. Die een laboratorium inricht, die operatiekamers gaat inrichten. Nou, en daar gaan wij werken. Dus daar speelt de technologie aan bij het ontstaan van de ziekenhuizen ook al een grote rol. Ja, absoluut. Ontegenzeggelijk. Ja. Bij het moderne ziekenhuis, laten we zeggen, dat is echt het, wat wij nog gaan zien. Nee, precies, maar daar hebben we het nu inderdaad even over. Want dat is één belangrijke factor dus, of zijn er meer? Of? Ja, welvaart is natuurlijk, hè. Mensen moeten het ook kunnen betalen. Dus, ik dacht dat je zegt, hoe rijker we zijn, hoe vaker we ziek zijn. Hoe sneller we zorg gebruiken, dat sowieso, en hoe meer zorg we gebruiken. Een ziekenhuis moet gefinancierd worden, hè. Dus al die techniek moet gekocht worden, daar moet geld voor zijn, iemand moet dat betalen. Maar je zou verwachten dat dat dan pas na de Tweede Wereldoorlog, hè, met de enorme boom in onze welvaart. Maar jij hebt het over het begin van de 20e eeuw. Vergis je niet dat aan het begin van de 20e eeuw we ook een enorme economische boom hebben gehad. Ja, iedereen kent natuurlijk de jaren 30 als de grote crisis. Maar daarvoor hadden we eigenlijk zeker in Nederland een periode van 15 jaar economische voorspoed die we eigenlijk in de 20e eeuw niet meer hebben gezien qua economische groei. Ja. Ik stel me dat voor, juist als een periode toch ook nog van bittere armoede. Ja, de tegenstelling tussen arm en rijk waren natuurlijk veel groter dan na de Tweede Wereldoorlog. Maar zeg maar, als je puur kijkt naar economische groeicijfers, is dat indrukwekkend te noemen. Ja. En dat neemt dus die toename van die moderne ziekenhuizen met zich mee. Ja. En er zijn financiers die zo'n ziekenhuis kunnen betalen. Filantropen die denken van, oh, dat is leuk, zo'n ziekenhuis, gemeentes die geld hebben om een ziekenhuis in te richten. Je kent natuurlijk allemaal de katholieke en de protestantse ziekenhuizen. Ja, die moeten hun geld ook ergens vandaan halen. Dus dat is wel echt een factor die ook, dat ook meespeelt bij de opkomst van het ziekenhuis als instituut. Ja. En blijven ze dan een beetje zo een eeuw lang bestaan, min of meer in die vorm die dan zich uitkristalliseert? Of verandert er nog in de loop van die decennia veel? Wat we natuurlijk zien is dat het ziekenhuis als instituut ontstaat, hè. Dus het moderne ziekenhuis ontstaat daar in die periode. Na de Tweede Wereldoorlog neemt dat een enorme vlucht, ook omdat we zoiets hebben als antibiotica. En mensen gaan niet meer, of tenminste, er gaan veel minder mensen dood na een operatie dan daarvoor. Dat doet natuurlijk ook met de reputatie van zo'n ziekenhuis iets. En mensen willen ook naar een ziekenhuis. Dat is een zin die ik niet begrijp. Ik wil echt niet naar een ziekenhuis. Nou ja, het is natuurlijk maar wij zijn natuurlijk een beetje verwend. Wij hebben niet de keuze meer tussen van of niks doen en doodgaan of naar een ziekenhuis gaan en de kans hebben dat je beter wordt. Ja. En wij zijn dan zo gewoon dat de zorg ons beter maakt. Natuurlijk in heel veel gevallen kan je daar nog steeds een vraagtekens bij zetten, maar we hebben een heel hoge verwachting van de zorg. En de zorg maakt dat ook. We zijn het ook als een soort verworvenheid gaan we zeggen. Een recht. Een recht en verworvenheid. En dat is echt iets wat je natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog pas ziet gebeuren. En de technologie neemt na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk ook een enorme vlucht. Er ontstaan zulke dingen als intensive care units. Die natuurlijk nog niemand ooit van kunnen dromen voor de Tweede Wereldoorlog. We kunnen het hart in, we kunnen steeds verder het lichaam in. Ja, daar heb je ook steeds meer apparatuur voor nodig. Steeds meer apparatuur die ook heel duur is. Ja, dus zo'n ziekenhuis werkt ook als een soort magneet op dat soort technologie. Ja. En heeft daar steeds meer mensen voor nodig om dat draaiende te houden. Is dat overigens iets wat je, als je dat doortrekt naar de nabije toekomst, dat dat een plek is? Hè? Dat is het ook in aanvulling op wat Heliant natuurlijk zegt, dat het ziekenhuis die plek en die functie wel zal blijven vervullen? Mag je dat aannemen dan? Ja, ik denk in de nabije toekomst zeker. Denk ik. We moeten niet verwachten dat binnen nu en 20 jaar er geen ziekenhuizen meer zijn. Dat lijkt me niet reëel. Voor zover je dat nu kan zeggen, want je weet nooit wat er natuurlijk in de toekomst allemaal gebeurt. Het gaat zo snel. Maar ik denk van die, wat je ziet, hè, dus die steeds geavanceerdere technologie die we gebruiken voor diagnostiek, maar ook voor operaties. Dat is iets wat je als niet echt in een thuissituatie kan plaatsen.
Je kan het er misschien wel naartoe brengen. Dat is natuurlijk ook iets wat, wat een optie is. Maar het is niet zoiets waarvan je denkt, van, nou, dat gaat heel erg snel verdwijnen dat, uit het ziekenhuis. Ziekenhuizen zullen daardoor wel waarschijnlijk wat kleiner worden. Want heel veel van de minder complexe zorg gaat natuurlijk wel naar buiten. Twee vragen nog, Robert. Eén gaat, als je in de zorg praat over het ziekenhuis, dan komt vroeg of laat de term Karolinska boven. Ik weet niet of jullie weten wat dat is. Het groot, gigantisch complex ziekenhuis in Stockholm. Ook een academisch ziekenhuis, dus het heeft die verschillende dingen als onderzoek en et cetera. Maar daar is een Nederlander geweest, Melvin Samson, die dat in 4 jaar heeft getransformeerd. En dat is exemplarisch voor de ziekenhuizen in de toekomst. Met als kern dat de inrichting van het ziekenhuis op de schop is gegaan. Niet meer allemaal afzonderlijke eilandjes. Nee, wat ik net zei, die patient's journey. Het gaat om de manier waarop je als patiënt door zo'n ziekenhuis geleid wordt. Dat moet zo soepel mogelijk gaan. Je zegt van, hé, dat is een heel nieuw revolutionair concept voor het ziekenhuis. Hoe zie jij dat? Ja. Ik denk dat dat inderdaad het geval is. Dat je natuurlijk ziet hoe een ziekenhuis van oudsher georganiseerd is. Is rond specialisme. Ja, en niet rond specialisten. En rond specialisten, ja, dat is natuurlijk potato misschien een beetje. Nou. Maar je hebt een afdeling cardiologie, je hebt een afdeling neonatologie, een afdeling oncologie. En ook die afdelingen hebben misschien weer subafdelingen. En je gaat van patiënt, van afdeling naar afdeling naar afdeling. Dus je natuurlijk wil en eerst naar huis. En eerst naar huis misschien. En dan weer terug. En dat is ongelooflijk inefficiënt volgens mij. Ja. Ja, dus als je dat op een andere manier kan organiseren, waarbij misschien zorgverleners naar de patiënt komen, dat de patiënt misschien zelf niet meer zoveel hoeft af te leggen. Ja, dat is natuurlijk vergt in een hele andere manier van denken over hoe je een ziekenhuis inricht. Is dat haalbaar in Nederland? Is dat haalbaar? Ja, natuurlijk. Het vergt een stukje wil. Misschien heel veel stukje wil. Die Samson die heeft 4 jaar lang in een soort oorlogssituatie gezeten. Ja. Die iedere dag was zijn werk bij het Karolinska voorpagina nieuws. Hij werd voortdurend zwaar aangevallen. Ja, het is, kijk, de gezondheidszorg is ook een conservatieve sector wat dat betreft. De verandering is lastig. Zeker een verandering waarbij je als zorgverlener, niet alleen als specialist, maar als verpleegkundige ook. En alle ondersteunende diensten die in een ziekenhuis aanwezig zijn. Ja, je bent een bepaalde manier van werken gewend. En dat heb je eigenlijk altijd zo gedaan. Dus het wacht is op de volgende generaties? Nou, misschien wel. Maar die worden ook weer opgeleid binnen hetzelfde stramien. Dus daarom zeg ik, er is een stukje wil voor nodig om dat om te buigen. Volgens mij is dat een enorm spanningsveld. Dit, hè, die weerstand. Terwijl je weet dat het gezond is. En die razendsnelle veranderingen die ook van de patiënt vandaan komen. En alles wat het mogelijk maakt. Dus echt, ja, dat is een van de belangrijkste spanningsvelden in de sector. En zeker in de sector van de ziekenhuis. Zie jij een uitkomst? Een uitkomst? In welke zin bedoel je? Wie wint? Wie wint? goede vraag. Ik hoop uiteindelijk natuurlijk dat... En iedereen doet het voor de patiënt, dus dat is ook een beetje een gemeen plaats. We wel toegaan naar een manier van organiseren die misschien beter past bij de huidige generatie en misschien de toekomstige generatie patiënten dan nu. Dankjewel. Ja. Robert Vonk. Dank graag gedaan. En blijf ook. Heel goed. Dat is 2. En ja, we hebben een architect. Hè? Bert Schie. Van Tekton Architecten, die denkt na over hoe je die gebouwen dan, als ze er nog komen. Want dat is misschien, zit jij binnenkort ook zonder werk, Bert? Ja. Pijnlijk dit. Je zal wel een microfoon. Neem deze microfoon, ja, want we willen je graag horen. Ja, Heliante ging net zitten en die zei van ja, ik heb waarschijnlijk ook iets met je vak gedaan. Dus heb ik het je moeilijk gemaakt. En Frank, een goede vriend van mij, die echt ziekenhuis ontwerpt. En steekt zijn hand op. Die zei, Bert, ik kom kijken, maar niet te negatief, hè? Dat is nee, ook jouw werk, natuurlijk. Ja. Dat ga ik ook niet doen, want het is eigenlijk heel simpel met dit soort dingen. Van,
Wij bepalen eigenlijk met z'n allen wat er gaat gebeuren. En dat bepaal ik niet als architect, dat bepalen de artsen niet, dat bepalen de technologen niet. Het zal eigenlijk een soort, denk ik gewoon, een vloeiend proces worden waar we allemaal deel van uitmaken. En het gaat eigenlijk vrij logisch worden, denk ik. Ja, dit ben ik geïntroduceerd. Ik trek het wat breder, verandering van de zorg. Het is niet alleen het ziekenhuis, het zijn ook zorggebouwen. En dan begin ik eigenlijk al met de naam. Ziekenhuis is eigenlijk misschien wel een verkeerde naam. Het is volgens mij die oude naam, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Gasthuis, veel interessantere naam eigenlijk. Want ziekenhuizen, daar denken we eigenlijk alleen van, god, we gaan heen als we ziek zijn. Maar misschien moeten we wel naar een gasthuis eigenlijk al eerder kijken hoe we preventie, hoe we kunnen voorkomen dat we ziek worden. Wat is er gebeurd? Hè? In de jaren 70, 80 zagen we gebeuren dat die gebouwen, die werden gigantisch geconcentreerd. Nou, we hoorden het net ook al, hè? Robert die vertelde, al die technologie die moest samenkomen. Het werden gebouwen buiten de stad, afgezonderd, losgekoppeld feitelijk van de samenleving. Je moet er altijd de stad uit, land door, naar een ziekenhuis toe, ingesloten, inflexibel. Je ziet eigenlijk al een beetje ontstaan dat een deel van het ziekenhuis aan het oplossen is. De zorg die je mobiliseert. En niet alleen ziekenhuis, maar ook zorggebouw. Mensen worden onafhankelijk. Digitalisering, nou, ik hoef er niet zoveel meer over te vertellen, gelukkig. Heliant heeft er een hoop over verteld. En we hebben gewoon een leefstijl die zich, ja, we leven anders. We gaan er anders mee om. We willen niet meer directief ergens naartoe komen en gezegd worden van, joh, dit moet je doen en dat moet je doen. We willen het ook zelf bepalen. In de toekomst moeten we naar een andere structuur toe, volgens mij. Veel stedelijk, een soort stedelijk netwerk, waar je keuzes in kunt maken met open verbindingen. Actief aangesloten op een soort stedelijk netwerk. Eigenlijk een soort web waar je in beweegt. Moet ik waarschijnlijk die kant op? Oké. En ja, wat er gebeurde, langzamerhand, en waar we allemaal mee te maken hebben. In de basis is het natuurlijk zo dat we allemaal, dat had ik het net over, we hebben een leefstijl. Er zijn heel veel activiteiten nu. Het is niet meer van je gaat 's ochtends om 9 uur naar je werk en je komt 's middags 5 uur thuis. Er zijn veel meer activiteiten over een dag waar mensen mee te maken hebben. En je wil onafhankelijk blijven. Heel lang. Dat willen we allemaal. Je bent wel een stel of je bent een gezin, maar zelfs in een gezin willen mensen onafhankelijk zijn. Ja, en dan heb je natuurlijk wel de zorg. Die is ergens. Dan moeten we, ja, die is er nou eenmaal. Maar we willen zo lang mogelijk die zelfstandigheid houden. En er zijn allerlei tussenstappen die naar zorg kunnen leiden eventueel. Maar of het kan ook zijn dat we die zorg daardoor weten te vermijden. Computers zijn daar. Nou, ik ga eventjes een zijstapje naar projecten van ons. Visueel, want wij zijn mensen die visueel werken. Gewoon zie je eigenlijk wat er volgens ons gaat gebeuren met gebouwen. Soms verliezen we daardoor ook prijsvragen, omdat we dan te vroeg zijn. Dit zijn projecten waar reeds aspecten van ons denken over zorg en stad verwerkt en gerealiseerd zijn al. Het gaat over integreren in stedelijk weefsel. Dit zijn de hofkamers, dat was een indiening. En die indiening was voor de oude Driehovens, een heel bekend project, een enorm gebouw in Slotervaart. En dat is eigenlijk toch wel een heel groot gebouw dat zich een beetje afzondert van de omgeving. En wij zeiden eigenlijk, ja, dat gebouw moet vervangen worden in een aantal fases. We zeiden, als je nou nadenkt over zo'n wijk eerst, en je ziet een structuur van die wijk, zou je misschien dat gebouw kunnen opvatten als een buurt. Een buurt die onderverdeeld is in een aantal gebouwen. Waardoor je, ook voor de toekomst, als die grijze golf voorbij is, of als we allemaal gezond blijven vanwege digitalisering, andere levensstijl, weet ik veel, dan kan die wijk ook weer teruggaan naar, gewoon naar de hele, kan de buurt teruggaan naar de wijk. Hè? Kan er weer gezinnen in wonen. Of alle andere levensstijlen die we dan hebben. Dus we maakten eigenlijk een soort, en dit is gebouwd rondom Hoven, dat was het idee. Dat had ik een beetje te maken met die naam natuurlijk. De zorg zou dan geconcentreerd worden rond een hof. En andere hoven die staan op zichzelf. Want we hadden reeds enige literatuur erop nageslagen. En in Engeland was er een mooi voorbeeld. Het heette de Ryfields model.
En het bleek eigenlijk dat senioren, als ze langer zelfstandig kunnen blijven, langer actief kunnen blijven, ook langer het idee dat ze zelf zorg kunnen dragen voor hun omgeving, dat ze daardoor langer gezond bleven, zowel psychisch als fysiek. Dat vonden we heel erg interessant. Vandaar ook dat we dachten van, nou, met die hoven geven we een gelegenheid om, ja, eigenlijk zelf ook voor je naaste omgeving te zorgen. Een kruidentuintje, een Aziatische tuin, een groene tuin. En we namen ook andere voorzieningen op, zoals een kinderdagverblijf. Een bedrijfjes uit maatschappelijke zorg in de plinten van een aantal van die blokken. En zo kon je eigenlijk gefaseerd van het oude zorggebouw, gefaseerd als het ware ingroeien. En uiteindelijk groeien vanuit hier, groeien gewoon de wijk in. En dan ben je eigenlijk vanzelfsprekend onderdeel en aangetakt bij die wijk. We verloren omdat we niet één gebouw maakten, waar je gewoon simpelweg van boven naar beneden of van oost naar west kon lopen en onderdak van de een naar de ander. Nou, oké, te vroeg. Wat we wel hebben gebouwd inmiddels, dit is nog een beetje een aanbouw hier, dat is het Willem Dreeshuis in Oostpoort. En dat, toen dachten we eigenlijk van, dat is dan één gebouw, toch echt zo'n groot gebouw, eigenlijk toch wel een moloch. Maar als we dat gebouw nou eens opvatten als een buurt. Want kijk maar, de rest van de stad is er al. Het is een heel nieuw stadsdeel in Oostpoort, waar de oude gashouder stond. Vanwege het gif moest de hele wijk opgezet worden. En alles is er al. Er is een winkelcentrum, een zwembad, er is politie zelfs. Er is een stadsdeelcentrum, een kunstencentrum, een lagere school, een kinderopvang onderin ons gebouw, sporthal, muziekcentrum en uiteraard veel wonen voor allerlei typologieën. En wij konden toen dit grote gebouw ontwerpen hier, Willem Dreeshuis. En toen zeiden wij van, nou, het zou mooi zijn als je, het is voor senioren, als je alle facetten van die seniorentijd daarin kunt beleven. Zeg maar, rood is zelfstandig, blauw is dan inmiddels in een aantal stadia van zorg, groen is de ziekenafdeling en paars is een hospice. Midden in de stad, midden in het centrum, alle voorzieningen bij de hand. En rondom in de plint zitten maatschappelijke voorzieningen die soms aangetakt zijn ook op de zorg, maar soms ook onafhankelijk, zoals een kinderopvang. En dat heeft ontzettend veel rekenwerk gekost en ontzettend veel discussie ook met de huurder. Want die blauwe die moest natuurlijk verhuurd worden aan een zorginstelling. En die wilde eigenlijk alles één zorggebouw hebben. En dat was juist het idee om dat niet te doen, om ook zelfstandigheid toe te laten. En we hebben zelfs nog voor het... Dat lampje dat is eigenlijk te klein. Maar we hebben zelfs nog voor het binnenhof... Hè, want het is wel aangetakt aan stedelijke omgeving. Maar het idee was dat je ook in zo'n binnenhof kun je kleine kruidentuintjes maken. En die kleine kruidentuintjes die kunnen geadopteerd worden door groepen mensen uit het gebouw. Dus zelfs heel intiem en rustig heb je dat ook nog. De entrees, er was ook niet één entree. Er zijn diverse entrees, helemaal niet nodig overigens voor veiligheid en vluchtwegen. Maar we hebben toch diverse entrees gemaakt om eigenlijk ook het idee te krijgen dat je in je eigen stuk van het gebouw binnenkomt. De volgende. We werken op dit moment aan andere projecten. Dus dat geeft ook een ander beeld. We hebben geen foto's van, maar die zijn wel interessant. Want die gaan heel erg toch ook weer over die zorg en die hospitality. De eerste is Zorghuis Gasthuis. Daar heb je hem weer. En dat kwam eigenlijk omdat ik een interview op de radio hoorde over het Stedelijk Museum. En daar liepen mensen rond met dementie. En het bleek eigenlijk dat het ontzettend goed werkte. Het genas niet, maar het werkte ontzettend helend op die mensen, op de herinneringen, op het geheugen. Toen ben ik verder doorgaans gaan zoeken. En toen bleek er uiteraard Amerika is altijd vooruit. In het MoMA hadden ze daar al heel veel programma's lopen. Niet alleen voor mensen met dementie, maar ook voor allerlei andere ziekengroepen. Of mensen met iets, hoe dan ook. En toen dachten we, nou, als je nou zorg en hotellerie bij elkaar brengt, hotellerie is commercieel, dan zou je heel iets interessants kunnen doen. Want dan zou je mensen met een langdurige ziekte of mantelzorgers, die ook altijd maar in de weer zijn, zou je toch gebruik kunnen laten maken van wat de stad te bieden heeft. Hè? En dat is er nu eigenlijk niet. Dat is eigenlijk geheim, hoor.
En daarbij gingen we natuurlijk heel intensief aan tafel zitten. En we bedachten een dagmenu voor verschillende groepen patiënten. Dus we hebben onderzoek gedaan naar mensen met langdurige ziektes. Eén zijn de nierpatiënten. Want die hebben een hele specifieke dialysebehandeling natuurlijk nodig. Ja, die zitten altijd geclusterd aan zo'n ding, in de buurt van zo'n ding. En dachten we eigenlijk andersom. Als je dat nou in zo'n gasthuis, in zo'n hotel brengt, dan kunnen zij ook een paar dagen de stad in. En als je nou een dagmenu heel goed indeelt, dan kun je dat inbouwen. Dan ga je naar het theater of je gaat lekker eten. En op tijd komen wij naar je toe of je gaat even naar het hotel toe. En dan kun je toch die dialyse ondergaan. Nou, en zo hadden we een hele serie die daar terecht zou kunnen. En ook van de stad mooi gebruik zouden kunnen maken. Ja, dus gastvrijheid en zorg zijn dan vanzelfsprekend geïntegreerd. Een andere was, hier werken we ook nog aan, dat was de prijsvraag. En die heette Who Cares? En het ging over wijken die dan een beetje een achterstand hebben, een beetje krimpen. En over, de titel was eigenlijk ook echt van die prijsvraag zo ongeveer van senioren langer thuis en mensen met beperkingen ook in een plek in de wijk kunnen geven. Nou, toen dachten wij, van laten we nou eens kijken wat nou, hoe het woonbestand van Nederland in elkaar zit. En toen bleek tot onze grote verrassing, bleek 40-60% van het woonbestand in Nederland te bestaan uit rijtjeshuizen. Toen dachten we, nou, als je impact zou willen bereiken, dan moet je bij die rijtjeshuizen beginnen. Kunnen we allerlei nieuwe projecten doen. Dat zouden wij liever willen als architect overigens. Maar eigenlijk moet je dat dan gaan doen. Want die rijtjeshuizen die zijn gemaakt voor gezinnen. Maar eigenlijk inmiddels is die hele samenleving veranderd. Willen langer thuis blijven wonen, alleenstaand, mensen met beperkingen. En dat is, hoe zou je dat nou kunnen doen? Nou, je zou natuurlijk kunnen verbouwen, daar kom ik straks wel op. Maar door een aantal zaken zou je ook door het verweven van de fysieke met de digitale wereld zou je kunnen regelen. Heliante heeft er al veel over verteld, kan ik voor een deel overslaan. Komt hier nog aan de orde. We zijn toen aan de tafel gaan zitten met Triade, de grootste zorgverlener van Flevoland. Data Science, Londen, Amsterdam en wij dan. En hebben toen bedacht dat rondom een persoon, een oudere in dit geval, kun je een aantal dingen regelen. Waardoor je het zeg maar makkelijk en mogelijk kunt maken om langer thuis te kunnen blijven wonen. Ik ga nu gewoon verder, want daar hebben we het al een beetje over gehad. En bouwkundig kun je natuurlijk, dit is een stuk in Almere, hebben we toen even als een prototype genomen. En dan kun je dus woningen kun je gaan samenvoegen. En dan kun je dus in overleg met Triade hadden we de groepen bedacht die daar zouden kunnen wonen. Hè, met een collectieve woonkamer en een semi-zelfstandig appartement. En dan deels een paar uren per dag zorg. En daar kun je een aantal groepen bij bedenken. En dan kun je zo'n hele wijk kun je eigenlijk veel diverser maken. En veel logischer ook aan laten takken op de samenleving. En eigenlijk in zekere zin ook stedelijker. Wat eigenlijk interessant is voor die monotone, eenduidige. Ik denk dat je wel langzamerhand een afronding moet vinden. Ik ga dan even snel. Open stedelijke structuur als drager van voor maatschappelijke verbonden. Dat is onze ambitie als architecten, vind ik. Mogelijkheden van de stad zijn een waaier aan activiteiten, verbindingen en toegankelijk. En volgens mij gaan we tijden tegemoet waarin de gezondheidszorg geïntegreerd wordt in het stedelijk weefsel. Dus niet in aparte gebouwen, maar opgenomen wordt in de stad en daardoor ook verbonden, vanzelfsprekend, met de samenleving. Nou, dan hebben we natuurlijk ergens nog wel de technologische data source met al die zware apparaten. Maar voor de rest zit het dan verspreid over de stad volgens ons. Want de zorg komt inderdaad naar de mensen toe. Of naar de wijken toe. En dan zou je nog wel kunnen denken dat het OLVG, dat is dan nog echt een gasthuis. En dan niet alleen maar een ziekenhuis. Maar ook dat waar je zorg kunt halen, preventie kunt halen om zorg te voorkomen. Ik ga snel. En toen hebben we nog even gekeken, hoe werkt dat dan? Dit is het laatste stuk, echt. Over individuele patiënten en mensen met beperkingen nieuwe mogelijkheden kunnen bieden. Wij denken, belangrijk dat je actief blijft, onderdeel van de samenleving, onderdeel van het stedelijk leven. Hoe werkt dat dan? Stel, je bent een nierpatiënt. En dan hebben we het over nierpatiënten die een soort doosje met zich mee kunnen dragen. En dat ze nu en dan naar een steunpunt kunnen brengen. Die kunnen best wel wonen in de wijk, werken in de wijk. Die kunnen zo'n doosje wegbrengen, ondertussen lunchen, kopje koffie en dan weer terug naar het werk. Je kunt gewoon blijven waar je bent. Je hoeft niet helemaal meer naar het ziekenhuis toe. Je kunt gewoon je leven voortlaten
gaan zoals je functioneert en zoals je zou willen functioneren. Ik las net van de week dat PostNL een nieuwe tak op gaat zetten voor zorgapparaten. En die niet alleen gaan leveren, maar ook gaan installeren. Ja, dat past daarin. MS-patiënt hetzelfde, die woont in die wijk. Die moet een keertje anderhalf uur per zoveel dagen naar een zorgpunt toe. Maar voor de rest kan zij of hij kan zijn ding doen. Leuke dingen, werken, wonen. En dan hebben we nog een scenario voor iemand die burn-out heeft. Nou ja, maar die moet natuurlijk, enige zorg is daar wel voor nodig, maar die gaat naar dat gasthuis en die gaat eens even goed leren van hoe voorkom ik dat nou? Hoe ga ik nou mijn levensstijl aanpassen? Hoe eet ik nou een keertje normaal? Niet altijd die haasthap tussen de computer door. Nou, en dan heb je dan misschien nog wel, Frank, je hebt nog steeds dat ziekenhuis hoor, maar misschien is het dan veel meer een soort, zou ik zeggen, een gezondheidsshoppingmall. Waar je ook tegelijkertijd leert bewegen of lekker gaat eten, gezond gaat eten. En ook nog een keertje een check doet voor je hartslag en dat soort dingen. Dit zien wij als onze rol. Toegankelijk eigenlijk, verbinden. En dat zou eigenlijk al deze nieuwe aspecten zouden dat mogelijk maken. Dus we zijn eigenlijk optimistisch, Eliante. Met alles wat jij te bieden hebt. Ja, dankjewel. Heel mooi. Heel goed. Het is eigenlijk jammer dat je dan zo moet haasten. Want er passeren heel veel dingen natuurlijk razend interessant. Je laat even het woord preventie vallen. Hè? Dat is een aspect dat eigenlijk nog niet genoemd is. Maar dat wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg, lijkt het wel. En daar komt dan dat idee van die mol vandaan. Waar je gezond denken haalt. Het sluit perfect aan bij wat jij net vertelde natuurlijk. Maar hier gebeurt het, jongens. Zo verdwijnt dat ziekenhuis, zoals we dat kennen. Ik denk dat echt toekomst heeft. Even, jij suggereerde al, we hebben een andere naam nodig. Gasthuis. Hoe vinden we dat? Stel dat we het daarover zouden gaan hebben. Valt het een beetje goed bij jullie? Ja, niet? Het is wel interessant om te zien dat we dus ook gaan kijken als we een planologisch gebieden gaan inrichten, dat we daarin dus een soort van netwerk kunnen creëren rondom burgers, dat zij daar zorg in kunnen verlenen. Maar ik was eigenlijk benieuwd, kunnen jullie als bedrijf dan ook rekening houden met bestaande gebouwen, met de bestaande structuur van wijken, die rijtjeshuizen zoals die er nu zijn. Ik dacht bijvoorbeeld net meteen aan het stikstofprobleem wat we nu hebben, heel veel bouwprojecten die stil zijn komen te liggen. Is dat iets waar, als je zo in de toekomst kijkt, ook al een beeld van hebt? Van is de huidige structuur van ziekenhuizen, die, naast huizen zeg maar, dusdanig dat je dat soort projecten zou kunnen, daadwerkelijk ook zou kunnen uitvoeren? Ja, dat kort wil antwoorden. Dat is niet helemaal antwoord op mijn vraag van de naamgeving, maar het gaat wel veel verder dit natuurlijk. Nee, kijk, we zijn nog niet helemaal zeg maar aangelijnd, want ons ontwerp voor die rijtjeshuizen, die gaat daar inderdaad over. Hoe we die wijken eigenlijk kunnen omvormen om dat mogelijk te maken. Dat lange thuisblijven wonen. Het bleek goed te werken volgens Triade dat je mensen met bepaalde beperkingen, allemaal ZZP-groepen, als je die terugbrengt in die wijk, in de buurt, nabij je familie, blijkt dat eigenlijk heel goed te werken. Bijna helend in sommige gevallen. Het vreemde was, toen ik dit project presenteerde voor de Rijksbouwmeester, toen zei hij, maar waarom doe je al die moeite? Waarom zou je niet gewoon een nieuw gebouw ontwerpen? Dus in die mindset van de Rijksbouwmeester notabene zit nog een beetje van dat je iets nieuws moet ontwerpen, dat je een beeld moet creëren wat in het geheugen blijft. Ik zou het graag willen, eerlijk gezegd. Maar dit is beter. Ik vond eigenlijk, als je nagaat, gewoon even analyseert wat er aan de hand is, dat zoiets heel goed zou kunnen werken. Oké, heel goed, dankjewel. Mooi verhaal. En ik hoop dat je ook vaker een prijsvraag wint. Dat zou ik mooi vinden. Goed, het ziekenhuis als gasthuis, dat sluit denk ik ook aan bij wat Heliante ook even een term die ze even liet vallen. Meer mens, minder patiënt. Volgens mij is dat een slogan van de Patiëntenfederatie. Visie 2030.
Visie 2030. We kijken echt in de toekomst. Kom er even bij, Laurens Rijpstra en Pepijn Weder als arts. Want jij zal het straks toch moeten gaan doen. Ga even zitten. Dat spreekt je aan, denk ik, hè? Wat we hier zien gebeuren, Laurens. Ja, zeker. En, ja, de microfoon moet echt een beetje voor je. De microfoon zo erin ongeveer. Ja, je hoeft niet helemaal op te eten, ja. Maar dat je in ieder geval... Nee, het spreekt mij zeker wel aan. Ik denk inderdaad dat het heel erg aansluit bij de trend dat je inderdaad meer mensen, minder patiënt. Het gaat niet meer steeds minder om echt ziek zijn, maar om de gezondheid. En dat je daar dan een ziekte of aandoening hebt, dat... hoort erbij, maar daar moet niet meer de focus op liggen. Maar ook als je een acute blinde darmontsteking hebt? Nee, dat niet. Nee, oké. Okay. Dus nee, maar we praten volgens mij over twee dingen. Dan moet je hulp krijgen en genezen. Maar, ja, natuurlijk. Dus het gaat over die categorie van ouder wordende mensen met, die blijven functioneren en chronisch ziek zijn. En dus dat is een beetje de andere categorie, toch? Ja, nee, maar daar is wel hoe je dat nu ziet. Hè? Mensen met inderdaad chronische ziekten, die moeten nog steeds inderdaad naar het ziekenhuis bijvoorbeeld voor bepaalde controles. Nou, dat zijn vaak mensen die inderdaad ook gewoon een leven buiten het ziek zijn hebben. Dus ook gewoon werken. En die moeten dan, worden ze ingepland op een donderdagmiddag om 2:15. Dus ze moeten ze vrij nemen van hun werk om naar het ziekenhuis te gaan, waar ze in de wachtkamer blijven zitten. Wordt een filmpje gemaakt en de boodschap is, nou, het is weer goed tot over 3 maanden. En daar is gewoon techniek voor om dat zelf en thuis te doen. Zodat je eigenlijk alleen naar het ziekenhuis hoeft als het echt moet. Pepijn, wat vind je van die slogan? Ja, nou ja, ik kom eigenlijk achter dat ik ben een beetje de lantaarnaansteker die hoort dat er elektrische lantaarnpalen komen en dat mijn beroep overbodig wordt. Hoe voelt dat nou? Hoe voelt dat nou? Ik moet misschien een beetje gaan verdedigen waarom ik heus wel nodig ben. Ja, nee. Nou, maar, dat mag je best doen, maar het is de vraag of het verstand... Nee. Of dat... Maar voel je als arts... aangesproken door bijvoorbeeld, als het over deze ontwikkeling gaat... Hè? Meer mens, minder patiënt. Ja, ik denk dat je sowieso in de curatieve gezondheidszorg... is het wel goed om, dat je hebt een deel cure... wat gewoon het toepassen van technologische behandelingen is... op mensen om een ziekte beter te maken. En care. En care is verzorging en leven met het feit dat je iets bij je draagt... waardoor je misschien niet helemaal gezond bent. En dat is, ik denk dat we het heel veel over de care-kant hebben gehad... van hoe wil je je leven inrichten rondom het feit of met het feit dat je een aandoening hebt... en hoe ga je je omgeving en technologie inzetten... dat je die ziekte zo min mogelijk impact laat hebben op je leven... en je alsnog zoveel mogelijk je doelen kan bereiken... en de dingen kan doen die je leuk vindt... en ook onderdeel kan zijn van de maatschappij... Dat lijkt me een helder onderscheid. En eigenlijk hebben we het inderdaad over die twee kanten steeds gesproken. Ja, en ik denk dat wat betreft de care-kant geloof ik er 100% in. Dat care wil je niet krijgen in een instelling. Want je wil niet leven in een geïnstitutionaliseerd leven. Je wil leven als mens, als onderdeel van de maatschappij. En dus die care, denk ik dat die voor 99% de wijde wereld in moet. En zodat mensen die leven... met een chronische ziekte of een handicap, dat die een plek hebben. Oké, maar dan gaan we toch een beetje op scherp proberen te zetten... als het gaat over de curatieve zorg, hè? Ja. De cure. Want je mag aannemen dat ook daar afstand gaat komen. Hè? Dat vraag ik me dus af. Want jij gaat opereren via een beeldscherm. Dat weet ik zeker. Ja, ik denk toch dat als ik hier straks naar buiten loop en ik kom onder de tram... dat die smartwatch mij niet echt gaat helpen. Nee, maar dat is ook, toekomst, maar dat is wel heel erg bijna. Nog niet, nee, die smartwatch wordt niets. Nee, en ook dat opereren... Je gelooft er helemaal niet in eigenlijk? Nou, ja, dat is niet zo. Maar ik denk wel dat het vak wat ik aan het leren ben... is voor een deel technologie en materiaal en zo. Maar het heeft ook echt een zachte kant. Dus het is ook heel veel psychologie en de mens lezen en zien en het contact. Ja. En ik denk toch dat de manier waarop wij nu met elkaar een gesprek kunnen voeren... en hoe dat... voelt en hoe je samen een beslissing neemt. Als wij nu met elkaar zouden facetimen, komen we al niet tot dat gesprek. Dus ik denk dat je toch uiteindelijk heb je wel, is het mensenwerk, heb je wel een bepaalde nabijheid tot elkaar nodig om belangrijke beslissingen en belangrijke handelingen te doen. Klopt dat? Nou, ja, tot op zekere hoogte. En tuurlijk, het techniek is niet het idee om inderdaad alle zorgverleners maar te vervangen voor de robots. Alleen wat je natuurlijk wel ziet is dat
de mogelijkheden die de techniek biedt, of het nou gaat om het verzamelen van inderdaad data en ik zet natuurlijk ook al voorbeelden van het gebruik en verzamelen van de röntgenfoto's. Dat er ook al wordt gezegd, ja, eigenlijk als radioloog ben je over 10 jaar overbodig, omdat we gewoon de big data analyse erop loslaten. Kan je ook zeggen, ja, wil je dat? Aan de andere kant is het ook interessant om te kijken dat je, ik heb het een keer met een andere specialist over gehad, en ja, als je nu als specialist zeg maar up-to-date wil blijven met al het wetenschappelijk onderzoek wat er gedaan wordt, ben je ongeveer 140 uur per week kwijt. Ja, dus dat kan je niet eigenlijk als mens. Dus, ik vind de data is even het tweede onderwerp. Hè. We hebben het nog over zorg die zich verplaatst naar thuis. Behandelingen worden op afstand meer verleend. De patiënten vinden dat prettig volgens mij. Nee, de arts, dat ik zo zeg, dat wil ik vragen. De arts en de verpleegkundige wordt meer een soort coach in de toekomst. Dat heb ik wel horen zeggen. Hoe vinden patiënten dat? Er wordt enorm in hun onafhankelijkheid versterkt, als het ware. Ja, en dat is natuurlijk voor, geen patiënten is hetzelfde, dat weet iedereen natuurlijk. Maar als je natuurlijk inderdaad kijkt naar, ook werd net genoemd, de maatschappelijke trend, dat we steeds meer zelfstandigheid, we doen steeds meer dingen zelf, we gaan niet meer naar het reisbureau voor reizen, we boeken het allemaal online. Dat zijn natuurlijk ontwikkelingen die mondjesmaat worden doorgevoerd in de zorg. Terwijl je bij heel veel gevallen denk je, als je dat wel doorvoert, dan heb je gewoon heel veel ook weer winst. Hè, aan de andere kant, als je het hebt over krapte op de arbeidsmarkt in de zorg en huisartsen die te volle wachtkamers hebben en spreekkamers, waar die techniek heel erg kan helpen. Ja. Hoe zie jij dat, Pepijn? Ik snap dat je nog steeds mensen wil zien en je moet natuurlijk opereren. Dat ga je doen. Mm-hmm. Maar dat er iets bij komt. Namelijk ook die hulp bieden, hè, als een coach op afstand via de middelen die daar zijn. Geloof je daar nog helemaal niet aan? Nou ja, kijk, de vraag die stelt is wel, de vraag die stelt is wel heel breed. Hè, want de gezondheidszorg bestaat uit extreem veel dingen. En ik geloof wel dat er specifieke toepassingen gaan komen waarin dat inderdaad gaat werken, namelijk vooral bij aandoeningen die vrij, zeg maar, eendimensionaal zijn en waarbij je makkelijk op basis van getallen of bepaalde metingen kan sturen. Dus bijvoorbeeld een patiënt met suikerziekte, dat is een hele complexe ziekte, maar uiteindelijk is gewoon het meten van het suiker in het bloed, dat kan een apparaatje doen, dat kan je op afstand uitlezen en daar zou je bijvoorbeeld best op kunnen bijsturen. Ja. Ik denk dat dat een... Dat is mijn vak maar niet, daar, maar dat is natuurlijk ook wel interessant. Mm-hmm. Want hoe meer je... ik heb toevallig vanmiddag met iemand van de diabetesvereniging gesproken. En die hebben natuurlijk heel veel van die apps waarmee je het zelf al je bloedwaardes kan meten. Mm-hmm. En daar is het op een gegeven moment ook zo. Hoe meer je daarvan meet en uiteindelijk data bij elkaar brengt en op basis daarvan beslissingen laat nemen, hoe minder je uiteindelijk ook weer die beslissing nodig hebt van de zorgprofessional die jou inderdaad zegt, hey, je moet dit doen. Ja. Alleen dat zegt dat algoritme zegt eigenlijk al, hey, je moet dit gaan doen. En de volgende stap is dat PostNL de dag daarna al je medicijnen komt bezorgen die het algoritme zegt dat je nodig hebt. Dat is uiteindelijk, denk ik, waar je voor een deel van de zorg, hè, nogmaals, het is niet dat alles verdwijnt, maar dat is echt wel een stap die gezet gaat worden. Of niet? Nou, één ding wat ik wel ervaar, gewoon in mijn dagelijks werk, is dat een groep mensen als hier bij elkaar zit, is toch vaak niet echt een afspiegeling van de maatschappij. Ik denk dat u allemaal veel hoger opgeleid en veel rijker en veel zelfstandiger bent dan de gemiddelde Nederlander. En ik denk wel dat op het moment dat we dit soort discussies voeren, dat we toch heel vaak overschatten hoe autonoom en zelfgericht de meeste mensen zijn. En dat bedoel ik absoluut niet als oordeel, maar meer gewoon als waarneming, dat heel veel mensen het gewoon niet zo heel goed weten wat ze willen en misschien niet zo heel goed begrijpen wat er met ze aan de hand is. En maar dus in die zin ook... Ik ben het helemaal met je eens. Mm-hmm. Maar daar zijn juist, als je kijkt naar... En dan moet het inderdaad simpele, goede, ontworpen technieken zijn. Die kunnen natuurlijk juist heel erg die mensen helpen ook. En dan gaat het natuurlijk ook weer om bepaalde categorieën. En niet allemaal, maar het gaat natuurlijk om preventie, leefstijl, wat natuurlijk ook steeds meer opspeelt. Daar heb je natuurlijk technische middelen voor om mensen daarin wel bij te staan en te kunnen pushen. Jawel, maar bijvoorbeeld 5% van de mensen kan niet of onvoldoende lezen.
En dat is iets, dat is een groep die enorm is oververtegenwoordigd in mensen die ziek worden. Ja. Want dat gaat ook gepaard met, dat heet dan health literacy, van hoe goed ben je in staat om voor je eigen gezondheid te zorgen. En dat is een groep mensen, die kan je maar op hele beperkte manier informatie geven. Want als je ze een iPad geeft met allemaal mooie teksten erop, dan kunnen ze dat niet lezen. Dat is ook nog steeds uitgaan eigenlijk van de manier waarop je nu ook informatie geeft. Namelijk, je geeft een folder mee of een informatiebron. Ja, dus daar bereiken we die mensen misschien ook niet goed mee. Nee, daarom. Dus je moet inderdaad gaan kijken, hoe kan je ervoor zorgen dat je die mensen op een manier die hen wel aanspreekt, kan bereiken. En dat is toch vaak via laagdrempelige, dat helemaal eens, wel techniek. Want over het algemeen, het is maar net welke cijfers je kijkt, maar volgens mij is de smartphone-dichtheid in Nederland is ongeveer 100%. Dus het gaat daar ook echt om hoe ontwerp je dat. Ja, en dat moet je inderdaad ook samen met patiënten en zorgverleners dat ontwerpen. Maar ik denk juist dat je die doelgroep misschien wel heel goed kan bereiken, juist via nogmaals simpele, laagdrempelige technologische oplossingen. Oké, maar de kanttekening dat er ook nog een sociaal-economische kant is aan de zorg en het bereiken van patiënten en het contact met patiënten is natuurlijk wel belangrijk. Ander onderwerp is de digitalisering en de datagebruik. In Nederland wordt dat enorm tegengehouden nog. Ik weet niet of dat echt zo is, maar dat is wel het geval geweest. In verband met privacy, gevoeligheid. Zijn we daaraan voorbij of is dat... Nou, we zitten nog in de prehistorie, wat dat betreft. We zitten in de prehistorie. Ja. Ik weet bijvoorbeeld van echt de helft van de mensen die bij mij komen, weet ik niet welke medicijnen ze gebruiken. En dan zeggen ze, ik heb een blauwe, zo'n ronde en eentje met twee kleuren. En eigenlijk zou ik dat gewoon dan in het systeem van de apotheek willen kunnen opzoeken. Want dat is hele essentiële informatie. En dat is allemaal niet gekoppeld, kun je allemaal niet inzien. Dus, en dan uiteindelijk komt er een fax uit de apotheek. Jij vindt dat idioot. Ik vind dat echt... Vinden patiënten dat ook idioot? Want we doen het namens de patiënt, daar voorzichtig in zijn. Nee, dit vinden patiënten? De patiënten vinden dat ook idioot. En ik ben juist dagelijks mee bezig om dit probleem op te lossen. In ieder geval voor jou als patiënt, dat jij zelf die informatie op één online locatie kan krijgen. Maar het is inderdaad het duurt nog wel even, maar in Amerika zijn al de eerste tuchtzaken en rechtszaken geweest dat patiënten zijn overleden doordat de arts de informatie niet had. En dat is natuurlijk die informatie is superbelangrijk, alleen is nu nog niet uitwisselbaar. En dat is zeg deels de schuld komt dat door de ICT-leveranciers. Maar dat is ook deels komt het door het feit dat we het uiteindelijk toch geen landelijk EPD hebben willen. Dat is een politiek besluit geweest. Ja. Dus de politiek loopt hier gigantisch achter op de samenleving. Ja, en de politiek zegt eigenlijk nu hetzelfde als dat ze 10 jaar geleden zeiden. Dus dat nog steeds? Nee, ze zeggen eigenlijk nu, moeten we niet één landelijk ding gaan maken? Maar goed, dat is een andere discussie misschien. Maar goed, eigenlijk moet je daar dus met volle kracht vooruit van... Ga dat uitontwikkelen. En gebruik die data voor, heb ik al begrepen, ook gepersonaliseerde diagnoses en behandelingen. Ja. Toch? Ja. Of niet? En ik denk dat we zijn heel bang om privacy te schenden van mensen. En daar zijn de regels heel streng om. Dan krijgen we dat EPD niet. Maar ik denk dat heel veel mensen veel liever hebben dat de dokter gewoon makkelijk kan zien dat ze medicijn hebben voor hoge bloeddruk. Dan dat ze zo extreem bang zijn dat een hacker erachter komt. En wat moet je met die informatie? Daar kan je wel veel mee. Maar het is wel een hele alles is verhandelbaar tegenwoordig. Nee, dat klopt. Ik ontken niet, er zit een gevaar in het uitlekken van dat soort informatie, maar er zit ook een gevaar in het niet hebben van die informatie. Ja. En dat is een bepaalde afweging die je moet maken. En ik denk wel dat we daar misschien op dit moment te veel doorslaan naar één kant in dat opzicht. Ik denk er is nog een derde onderwerp dat eigenlijk al aangeroerd is, dat preventie en dat het hele debat over gezondheidszorg zich gaat verplaatsen naar gezondheid, niet van ziekte naar gezondheid. En wat is een gezond leven? En hoe doe je dat? En hoe gooi je dat als in de zorg daarmee om? Ik heb de indruk dat het daar naar verplaatst. Maar ik wil vooral ook jullie nu zo langzamerhand daarbij gaan betrekken. Want misschien zijn er zo langzamerhand al veel vragen bij jullie. Of zijn jullie murf geslagen? Doordat je denkt, gaan we die kant op? Nee, toch?
Nou, wat mij een beetje opviel, we zijn allemaal bezig met het beter maken van de patiënt, het makkelijker maken. Maar we hebben het ook bijvoorbeeld steeds meer over eenzaamheid van ouderen. Gaan we niet deze mensen nog meer eenzamer maken? Er zijn zelfs, weet je wel, er is resultaat dat deze mensen, zelfs jongeren, eenzaam beginnen te worden. Omdat we allemaal zitten digitaal te doen. We hoeven dus niet meer langs bij de dokter. Dus ik vraag me af, hebben we daarover nagedacht? Betekent dat jij denkt dat door die contacten met artsen en verplegers en zorgverleners, dat de eenzaamheid van mensen inderdaad wordt verholpen of verzacht? Of, hè, zoals het nu functioneert? Ja, ik denk dat toch stiekem voor hè, dat contact, dat toch belangrijk is voor bepaalde mensen. Zeker hè, misschien chronische mensen die niet meer fulltime kunnen werken. Ze hebben niet een dagbesteding misschien. En ja. Ik denk dat dat misschien toch een belangrijk punt is. Maar de vraag is eigenlijk, is dat een taak van de gezondheidszorg? Hè? Hoe zien jullie dat? Om de eenzaamheid van de mens te verlichten. Is dat, overvraag je de zorg dan niet? Ik weet niet hoe jullie dat zien. En ik bedoel, doe vooral mee als je iets wil zeggen. Nou, volgens mij is het idee van die digitalisering is niet isolatie tot stand brengen. Dat je in je eigen huls zit, maar juist die contacten mogelijk te maken. En ook dat idee om zorg juist weer terug te brengen naar de mensen toe, zou het mogelijk maken dat je in een wijk gewoon kunt blijven. Het idee van een triade was ook dat je mensen ZZP6 weer terug in de wijk zou kunnen komen, dicht bij de familie. En dat ze weer normale sociale contacten hebben. Het is wel degelijk mogelijk om die moderne technologie te gebruiken en bouwkundig in te grijpen door juist die diversificatie van hoe mensen in een stad of in een wijk leven, dat beter te mogelijk te maken. Ik ben daar helemaal mee eens. En wat eenzaamheid wordt ook wel geduid als dus chronische ziektes. Hè? Vergeet dat niet. Dus ik denk wel ook deel aandacht vanuit de gezondheidszorg. En daar kan die digitalisering deels ook bij helpen. Omdat het gaat inderdaad andere inrichting. Maar ook werd net genoemd, volgens mij riep je, de PostNL werd genoemd. Dus de mensen die dagelijks aan de deur komen, om die ook andere rollen mee te geven. Dus dat de postbode niet alleen die brief brengt. Dus er zal een verandering, het is niet mijn vakgebied, ook in die... wat we nog de standaard beroep hebben. Daar zal iets op veranderen, omdat we hebben enorme tekorten in de gezondheidszorg. Hè, dus welke combinaties ga je daarin maken? De verwarmingsmonteur, die komt 1 keer per jaar langs. Er zijn zo mensen die regelmatig bij eenzame ouderen komen. Hoe kan je die op een logische manier gaan inzetten? Maar dat betekent, ik zeg altijd, dat is dan vanuit de hogeschool, hand in eigen boezem steken. Wij behoren ook de mensen daardoor anders op te leiden. Hè. Dus we kijken ook in het Utrechtse, hè, met het ziekenhuis, van hoe kunnen we dus ook rond die e-competenties, maar op een andere manier gaan opleiden. Ja. Dus dat er andere ogen zijn, ook juist voor dit aspect. Helemaal eens dat eenzaamheid natuurlijk een probleem is, maar dat juist die techniek en die contactmomenten en manieren via WhatsApp, Twitter, Facebook, noem het maar op, die hebben het juist ook voor een hele grote groep patiënten, chronisch zieken, juist de mogelijkheid gemaakt om zeg virtueel eigenlijk wel naar buiten te gaan. Dus juist ook wel weer in contact te komen met mensen, met lotgenoten en dat soort ervaringen ook uit te wisselen. Dus het is niet de oplossing. Maar of het volledig bijdraagt aan het nog meer vereenzamen, weet ik ook niet of dat per definitie is. Dan ga je natuurlijk nooit naar het ziekenhuis omdat je eenzaam bent. Toch? Nee. Nee. Maar en merk je iets van krijg je een ander soort scholing als het gaat over dit soort aspecten? Hè? De mens, meer mens, minder patiënt. Merk je daar iets van? Ja, de geneeskundeopleiding staat bol van de communicatie. Ja? Dat kan je aan trainingen. Jou goed merken, vind ik trouwens. Vind je dat? Ja. Nee, maar dat bedoel ik als compliment. Nou, dank je. Nee, want je communiceert heel goed. En dat is heel erg veranderd ten opzichte van, zeg, 20 jaar geleden. En de rol van arts is ook veranderd van een paternalistische, ik weet al hoe het zit en jij gaat naar mij luisteren, houding, naar hoe gaan we het samen doen. En dat
Dat de maatschappij is op die manier gewoon het ziekenhuis binnengekomen. Dat is een verandering die heeft al plaatsgevonden. Die gaat nog doorzetten. En dat gaat denk ik ook niet meer, nooit meer teruggedraaid worden. Het is toch interessant dat jij dat als aankomend chirurg ook leert. Hè? Vragen, hoe gaan we het samen doen? Snap je? Dat is natuurlijk toch, dat gaat ook doordringen in jouw praktijk, volgens mij, als chirurg straks. Ik weet niet wat je gaat doen. Ja, dat weet ik ook nog niet. Maar de tijd waarin de dokter binnenloopt, zegt, meneer, ik ga u opereren. En die patiënt zegt, oké, dokter, wat u zegt dat het beste is. Ja. En vervolgens gaat de patiënt naar de operatiekamer en komt hij met een been eraf weer naar buiten. Ja, nu lachen we daarom. Ik vind het zelf ook best grappig. Maar dat doen we gewoon niet meer zo. En dat moeten we ook niet meer zo doen. Nee, begrijp ik. In aansluiting op PostNL voorbeeld heb ik een vraag aan zowel Pepijn als Laurens. Want als we het over algoritmes hebben, dan hebben we natuurlijk ook over de grote technologiebedrijven uit Amerika. Google die algoritmes maakt, die bepaalde vormen van oogaandoeningen kan analyseren. En er wordt ook gefluisterd dat Amazon een soort van Netflix-model voor de gezondheidszorg wil maken. Dus dan komen we terug op die preventie. Dus mijn vraag aan Laurens is eigenlijk van, zou jij zeg maar ook zorg willen afnemen van een technologiebedrijf als Amazon? Mijn vraag aan Pepijn is, zou je willen werken voor een technologiebedrijf als Amazon? Het is natuurlijk wel, Dr. Google bestaat natuurlijk ook al lang. Weet iedereen dat al trouwens? Dr. Google? Zijn jullie ermee vertrouwd, Dr. Google? Gewoon alles opzoeken wat je hebt en eigenlijk ga je altijd dood. Dat is een beetje de... Dus Google nooit wat dat betreft vertrouwen. Maar ik denk dat je in de gezondheidszorg wel steeds meer producten gaat krijgen die eigenlijk gewoon commercieel aangeboden worden. Dat is, en dan denk ik niet inderdaad dat je een hele operatie via Amazon gaat aanschaffen. Maar dat je wel kijkt, en dat is eigenlijk een beetje de vergelijking bijvoorbeeld met in het sociaal domein WMO-diensten. Dus dat je vroeger ging je naar de gemeente om een steun, een opstapsteun van bij de wc vergoed te krijgen vanuit de gemeente. Die kan je tegenwoordig bij de Gamma in 30 verschillende kleuren en maten kopen. En we zien vaak ook, althans ik kijk nog wel tv, zo ouderwets ben ik ook nog. Maar de reclame voor de instapdouches die ze binnen een dag komen verzetten. Dus je ziet dat die aanpassingen, dat langzaam meer gewoon de consumentenkant op gaat. En ik denk dat met zorgproducten ook gaat gebeuren. Is dat in het belang van, dat is eigenlijk die vraag, is dat in het belang van de patiënt? Dat kan wel zo zijn, maar dat is inderdaad de vraag. Je moet als patiënt natuurlijk wel bewust zijn van, ja, oké, als ik dat dan doe, dan betekent dus dat ik mijn data daaraan doneer of geef, of het is maar hoe je het noemt. Maar als het jou helpt bij de zorgvraag die je hebt, kan dat natuurlijk heel erg helpen. Ja. Pepijn, zou je voor Amazon willen werken? Nee. Gelukkig. Waarom niet? Ik denk dat commercie in de zorg eigenlijk nooit een goede prikkel is. En dat je daar, dat het beste is om dat zo min mogelijk te laten bestaan. Omdat toch je beslissingen dan door denken over geld worden beïnvloed. Ja. Het lijkt mij vrij principieel antwoord en houding. Overigens heb ik horen zeggen dat de verwachting was dat die bedrijven dat inderdaad enorm zouden gaan overnemen. Maar misschien weet jij dat ook beter. Dat lijkt vooralsnog niet het geval te zijn juist. Dat het eerder tegenvalt. Dat ze weer zich terugtrekken, heb ik me laten vertellen. Het is niet helemaal zonder reden en eigenlijk gunstig. Wie nog? Ja, ik had wel een vraagje aan Laurens. Ik zie mezelf nog niet eventjes als een soort representant van een patiënt, zeg maar. Maar ik vroeg me af van, hoe organiseren jullie de draagvlak, zeg maar? Want je zei net een aantal dingen waarvan ik denk van, ja, voel ik me hierdoor vertegenwoordigd als patiënt, zeg maar, hè, over die commercie, hè, waarvan Pepijn duidelijk een principiële stelling inname zie. Die zie ik bij jou dan niet, zeg maar. Ik denk dan, hoe is dat proces? Waarin jij, hoe zorg je ervoor dat je ook echt namens die patiënten spreekt? Ben je eigenlijk een echte goede vertegenwoordiger van de patiëntenbelangen? Ja, dat is eigenlijk de vraag. Nou kijk, wij als Patiëntenfederatie Nederland zijn een koepelorganisatie van patiëntenverenigingen. En hoeveel zijn het er in Nederland? Quizvraag. Hoeveel patiëntenorganisaties hebben wij? 100? Een stuk of 600. 600? Ja.
En daar zijn in verschillende geledingen ongeveer 120 bij ons aangesloten. Maar bijvoorbeeld ook, je hebt de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen. Dus daar zitten dan ook weer patiëntenorganisaties onder. Maar vanuit die hoedanigheid vertegenwoordigen wij de patiënt. Wij doen dat zelf ook door grote panels en onderzoeken te doen. En als ik hier zeg dat ik denk dat dat soort producten er komen en dat je daar als patiënt iets aan kan hebben, betekent dat niet gelijk dat dat alle patiënten dat vinden. Hulpmiddelen. Ja. Het ging over hulpmiddelen. Ja. Inderdaad, dank je. Ja. Nee, maar dus op die manier vertegenwoordigen wij de patiënt en de patiëntenvereniging eigenlijk. Ja, helemaal democratisch. Kan het niet zijn natuurlijk, maar we gaan ervan uit dat die belangen goed verdedigen. Ja, Heliant, ja? Ja. Nog even naar de toekomst van het ziekenhuis zelf. Waar de technologie aan het toenemen is en de opnameduur sterk afneemt de laatste 10 jaar. Zijn we niet op weg naar een ontwikkeling? Hè? Ik bedoel, in het verleden, als stel je altijd aan je longen, dan zag je dat je op de longafdeling. Daarna ging je naar de chirurgie als er iets met je blinde darm gebeurde. En dus je reist als patiënt door dat ziekenhuis heen. Nou, dat is al minder aan het worden. Maar zijn we niet onderweg naar een situatie waarbij je als het ware een soort garage is, waar je als patiënt, waar alle technologie zich bevindt, waar de medische specialisten zich verzamelen, waar je als er iets aan de hand is, word je daar gerepareerd. En vervolgens ga je weer naar een heerlijk hotel, waar je verzorgd en heel fris weer uitkomt. En de vraag stellen is natuurlijk ook voor een deel beantwoorden. Vind je dat een angstig visioen? Nee, lijkt me heel goed idee. Een aantrekkelijk visioen? Ja, aantrekkelijk. Lijkt me heel aantrekkelijk. Misschien als ik daar dat is nog sneller dan een APK-keuring. Ja. Is een chirurg uit Groningen, Schelto Kruijf. Oncologisch chirurg, die schreef laatst een stukje in Medisch Contact. En die zei, we moeten het ziekenhuis niet organiseren naar specialisme, maar naar hoe ziek de patiënt is. Dus je hebt een intensive care, daar liggen de mensen, die kunnen hun arm niet optillen, kunnen helemaal niks. En dan heb je de afdeling waar de mensen in bed moeten liggen. En daar heb je de mensen waar de afdeling waar de mensen 's nachts slapen en overdag in de woonkamer zitten. En dan dat je dus als het ware de patiënten dus niet clustert naar ziekte, maar naar niveau van functioneren. En dat vond ik eigenlijk een heel origineel idee. En ik denk, dat ziekenhuis moet nog gebouwd worden, maar ik vond het heel erg leuk bedacht. Dat is ook zo'n, het onschotten van die koninkrijkjes die verdwijnen dan. En dit is een totaal ander concept natuurlijk. Ja. De naam is ook Quick Fit, denk ik. Maar die, inmiddels... maar goed. Niet geheel, hè. We gaan de historicus op aan. Niet geheel opnieuw, want we gaan dan weer terug zoals het was dat de verpleegkundigen de baas waren voor het ziekenhuis. Dus die concepten zie je ook weer. Hè? Dus dat Tampa Bay Area ziekenhuis, daar zijn geen artsen in het ziekenhuis. Die zitten in het gebouw daarnaast. Hè? Het ziekenhuis wordt gerund door die verpleegkundigen. En de type specialist met wat ze nodig hebben, is dichtbij, maar wordt binnengehaald. Hè? Dus dat is totaal ingericht op zeg maar comfort voor die patiënt en zorgen dat die patiënten het zo optimaal als mogelijk hebben. Dus het gebeurt deels, wordt het ook gestart, maar ook zeg maar de APK, of dat zie je deels in het Caribisch gebied, natuurlijk de Nederlandse voormalige eilanden, dat de hotels in combinatie met ziekenhuizen dan heb je wel de welgestelde mensen aanbieden om dus daar te herstellen. Het hangt een prijskaartje aan nu, hè? Dus het is niet. Ja, die vraag voelde ik. Is het uiteindelijk niet veel goedkoper? Is een vierkante meter hotel niet veel goedkoper dan een vierkante meter ziekenzaal? Ja, klopt. Maar nog meer, je hebt natuurlijk een natuurlijk healing environment. Ook nog eens. Ja. Ook nog eens. Ja, zeker. Nederland heeft de kortste opnameduur van Europa, namelijk 4 dagen gemiddeld. Dus ik zou zeggen, waar hebben we het over? Ik bedoel, dat wordt nog steeds teruggedrongen. Maar in die situatie van die APK
En de technical backup zijn we eigenlijk al bijna helemaal aangekomen. Ja. En dat zal de komende jaar nog een beetje en doorzetten. Jij vindt dat, hoor ik in je stem schrikbarend eerder? Nee, ik vind het helemaal niet schrikbarend. Oh. Het is gewoon alleen dat je moet kijken dat de oplossingen die aansluiten heel erg goed aansluiten. Want de cliënt die met zijn zorgdossier door al die straten wandelt en zijn eigen zorg uitzoekt en coördineert, dat is volgens mij een illusie. Dat is inderdaad misschien een hele kleine selectie. Maar het komt voornamelijk op hele goede coördinatie aan van die cliënt om die door al die wasstraten, zorghotels en, en andersoortige zaken heen te leiden. Dus daar zie ik nog wel een puntje. Ja. Ik ben ook heel benieuwd, want het gaat heel erg over... Alleen Bert kwam daar een beetje over, zorg in de wijk. Maar de ziekenhuizen en de lijnen naar thuiszorg en dergelijke, daar hoor ik eigenlijk niemand over. Van, gaan de... Er zijn al bestaande structuren, bedoel je? Nou nee, eigenlijk niet. Want ik vraag me af hoeverre jij contact hebt met iemand van de thuiszorg. En gaan dat soort structuren er ook komen? Ja. Ja, hier, ja. Ja. Ja, die zijn zeker... Ik ben die architect van een echt ziekenhuis. Expert. Een ouderwets, nu al gedateerd ziekenhuis. Ja. Ja. Ik wou toch even een lans breken voor de Nederlandse ziekenhuis. Maar ik kom doe dat die lans niet. Nee, antwoord haar. Dat is goed. In heel veel ziekenhuizen, niet de chirurg, maar vanuit de organisatie van het ziekenhuis, zijn er contacten met de eerste lijn. Dus van tevoren. De zorg, als we het hebben over de zorg, we hebben het over ziekenhuizen. Huisartsenzorg is natuurlijk ontzettend belangrijk en ingebed in het totale bouwwerk van onze zorg. Dat is de contact die kant op en terug vanuit het ziekenhuis gebeurt ook. Die huisartsenpraktijken gaan steeds meer zo'n speelfunctie vervullen. In... Er zit heel veel meer zorg om een patiënt en zeker ouderen heen. Dat is niet alleen een huisarts. Nee. Iemand moet daar de regie voeren. Hè? Dat is er wel, hoor. Dat is er wel. Ik werk in het Spaarne Gasthuis. Dat wou ik nog één keer gezegd hebben. Dat is wel leuk, want zo moest het gaan heten. Zo heet het ziekenhuis waar ik werk. Maar we hebben een hele afdelingbureau nazorg. En als duidelijk wordt dat iemand met ontslag gaat, dan gaan ze dat allemaal coördineren. Dat de fysio komt, dat de thuiszorg komt, dat de logopedie komt. Dat het allemaal geregeld is. Alleen ik doe dat niet zelf. Nee, wij hadden daarom... Dat gaat je te ver, bedoel je? Nee hoor, maar dat is gewoon een vak apart. Ja, er zijn mensen die daar hun hele dag gaan besteden. En dat is ook goed. Ik heb er geen verstand van. Ja. Dat kwam terecht bij die triade van zorgverlener in Flevoland. Daarom zijn we ook met hun onder tafel gaan zitten. Van, hoe doe je het nou in die wijk? Hoe doe je het niet elders, maar echt in die wijk bij die mensen? En dat heeft geleid tot het ombouwen van woningen. Senioren beneden, een jongere boven, die ook interactie met elkaar zouden kunnen hebben. Groepen van 2x6 met een zorgverlener erbij. ZZP6 of licht fysiek gehandicapte, hoe zeg je dat? Mensen met beperkingen. Dat was een bewust streven om te kijken hoe je die wijk kon activeren voor zorg. En ook, want het bleek in een aantal gevallen wilden zij van de gebouwen af. Zij moesten ook vastgoed beheren en ze wilden daar vanaf. Ze zeiden, nee, dat willen we niet meer. We willen die mensen eigenlijk hebben daar waar ze zich thuis voelen. Ik wil nog even aansluiten op samenwerken dus met de thuiszorg. Als we voorbeeld hebben, en dan kijken we nu niet meer naar Amerika, maar naar India in dit geval, in Bangalore, waar er zoveel tekorten zijn eigenlijk aan de specialisten. En dan zie je juist daar, ik denk een richting waar we wellicht naartoe gaan, dat de specialist, heel hoog, de specialist op een bepaald gebied, echt alleen maar dat uitvoert waar hij heel goed in is. Hij of zij heel goed in is. Tegelijkertijd zie je dat hij of zij om dat specialisme heen de zorg heeft georganiseerd meteen vanaf dag nul met de mantelzorgers, met de familie. Want de familie kan zich niet veroorloven om nog een keer te komen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is te ver, ze hebben geen geld. Dus meteen wordt familie ingeschakeld op dag nul. Daar is het wel zo high-tech ziekenhuis. Familie ligt wel in de gangen, maar goed, dat is even wat anders. Maar de familie wordt meteen ingeschakeld. Dus die betrokkenheid is er meteen. En er wordt meteen ook meegenomen na ontslag. Hoe ga je dan voor die patiënt zorgen? Dus dat is een ander concept,
waar we nog niet zoveel mee doen en waar we wellicht iets mee zouden kunnen gaan doen. Lijkt me heel duidelijk. Ja. Overigens hebben we twee hele grote problemen natuurlijk helemaal niet getackled, geadresseerd. Maar misschien kan dat ook niet. Dat is bijvoorbeeld de personeelstekorten. Ja, die zijn zo schrijnend groot en die worden groter, dat het echt een totale onderbouwing is van, of een ondergraving van de zorg überhaupt. Hoeveel waren er? 125.000? Ja, dat dacht ik wel, ja. In de volgens mij ouderenzorg. Vacatures. Ja. En die worden groter en de kosten is een tweede ding. En misschien, maar goed, we hebben nu wel de ontwikkelingen die er zijn. En die zijn al, dat is evident, al ruim gaande in kaart gebracht. Dus ik denk dat we daarmee wel een beetje een beeld hebben van hoe dat ziekenhuis in de toekomst eruit zal zien. Overigens, als het gaat over hotel, dat schoot me net te binnen. Ik heb in Salzburg gereisd op de fiets en had een keer een kamer gehuurd. Of in een oud slos aan een meer. Een beetje Sound of Music-achtige omgeving. En toen ik daar aankwam, bleek dat inmiddels al een ziekenhuis te zijn geworden. Dus dat was één, waar ze aan spataderen opereerden. Maar dat is een seizoensgebonden activiteit. Dus de helft van het jaar staat dat ziekenhuis dan leeg. En wat hadden ze bedacht? Ze gingen daar hotelkamers van maken voor die tijd. Dus daar sliep je dan en dan werd je wakker en dan zag je alle patiënten rondlopen. En die gingen dan op weg naar de kamer. Er is geen vervreemdender nacht dan ik die nacht heb gehad. Als ziekenhuismeider. Maar we gaan afronden. Eén vraagje? Ja, dat vertrouw ik niet. Nee, één vraagje op het eind. Ja? Nee, het is een grapje. Nee, het gaat over, de vraag is, wat is de potentie van een succesvol uitvoering van het preventieakkoord op de caseload die nu naar de ziekenhuis komt? Ja, zo'n soort vraag, dat bedoel ik eigenlijk. Kort vraagje inderdaad. Dat is nou precies het soort vraag dat ik had willen vermijden. Want het is ruim tijd en het gaat een beetje buiten het perspectief van deze discussie. Dus ik ga jullie heel erg hartelijk bedanken. Excuus. Er zijn nog meer vragen die blijven liggen. Pepijn, heel erg hartelijk bedankt. Veel succes met je opleiding natuurlijk. Dankjewel. Nou, jij doet het hartstikke goed volgens mij, Laurens. Dankjewel. Je bent een buitengewoon goede, belangenhartig. Zeer interessant. Heliante, dankjewel voor je verhaal. Nou, dat heb ik al gecomplimenteerd, Bert. Dankjewel met je succes. En Robert, voor je historische perspectief. Ik dank je hartelijk. Je kwam er niet meer aan bod, maar we hadden het over de toekomst. Sophie, bedankt voor de organisatie namens de Bali en je stagiaire natuurlijk ook. Dames en heren, ik hoop dat u een beeld hebt van hoe het gaat worden. En dat u daar niet bang van bent. Dank voor jullie komst. En dan spreken we erover in informele setting. Dank jullie wel.